Goedemiddag, welkom bij Reuring Online. Ik heb vijf fantastische gasten waar we straks over het onderwerp uitvoering gaan spreken. We hebben het wel de titel meegegeven van uitvoering naar publieke dienstverlening, maar daar zullen we het straks over hebben. Ik heet jullie ook allemaal van harte welkom om mee te doen aan het gesprek. Wat wij meestal doen is we voeren eerst met elkaar het gesprek en in de loop van het gesprek nodigen we jullie graag uit om mee te doen. Dat doe je door de instructie onder het scherm met te gebruiken. En een handje op te steken. Verder zijn velen van jullie vaak in beeld. En met de ervaring van voorgaande keren adviseer ik niet te eten voor de camera. Niet je in je neus te pulken. En als je goudvissen opeet, moet je het zeker niet doen als je op het scherm zit. Maar verder blijf gewoon in het zicht van ons gesprek. En ik hoop dat jullie mee gaan doen aan een gesprek over een prachtig onderwerp. Ab, dat onderwerp heb ik met jou mogen kiezen. Even de introductie. Jij bent de baas van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dat heeft vast een andere naam dan baas. Oh ja, oké, okay, dat klinkt een stuk beter. Maar je bent ook nog voorzitter van de... Dat is een netwerk. Dat is een netwerk. We hebben geen formele organisatie, maar alle organisaties die zich bezighouden met uitvoering taken in het Rijk. Van grote organisaties tot kleine organisaties. Ja, we hebben organisaties die uit twee mogen bestaan, tot aan de belastingdienst. Oké, dat is echt van klein naar groot. We hebben nu afscheid genomen van er waren al wat clubs of organisaties die zich bezighielden met uitvoering. Dat is nu over, er is er één. Nee, er is één grote club en daarbinnen hebben we allerlei verbanden die met elkaar samen. Ik geloof dat je nu al uitvalt, Ab. Dus, Oké. Ja, nee, het is één netwerk, maar daarbinnen hebben we een aantal tafels of groepjes die praten over dienstverlening, digitale dienstverlening als manifestgroep. We hebben een groep die bezig is met... benchmarken en met een leerprogramma, dat is de Rijksbrede Benchmark. We hebben een groep Klein Lef, dat zijn de kleinere uitvoerders die ook mee voluit in de aandacht staan. Dat is het samenwerken van iedereen. Oké, en daar mag jij voorzitter van zijn. We hebben dit onderwerp samen gekozen. Wat hoop je dat we in het gesprek aan de orde hebben? Nou, voor mij, we hebben natuurlijk heel veel over de uitvoering in deze tijden. Ook rondom de formatie, wat heel goed is. Tegelijkertijd wat ik van belang vind, is dat we de overheid ook als een presterende organisatie gaan zien. Die rijksbreed bezig is met publieke taken, publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven. En dat is een professionele taak die ook professioneel willen uitvoeren. Ja. En ja, daar past eigenlijk een term als uitvoerders niet bij, want dat lijkt erop dat iemand anders bedenkt. En er zijn mensen die dat uitvoeren. Ja. Nee, we zijn echt dienstverlenend bezig voor burgers en bedrijven om dit land beter te maken. Ja, het is eigenlijk wel tijd om van het woord uitvoering af te komen. Lijkt me wel. Ja? Oké. Nou, ik ga straks bij Michel nog even checken of dat bij de informateur aan de orde is gekomen. Sorry, ik zal je niet geen uitlokking doen, Michel, maar dat komt straks wel. Wanneer voeren we het goede gesprek hierover? Want het krijgt veel aandacht. Het lijkt bijna alsof iedereen het nu eens is. Eindelijk aandacht voor de publieke dienst of de publieke dienstverlening. Ja, wanneer voeren we het goede gesprek erover? Als we met elkaar dat publieke bedrijf in zijn geheel beschouwen, van politiek en besluitvorming tot aan de mensen aan het loket. Ja. De ondervragingscommissies of de onderzoekscommissie hadden het daar ook vaak over. Dat we wat we met elkaar doen ook samen bouwen. En met alle benutting van alle competenties die we in huis hebben. Oké, we hebben gelukkig vier gasten mogen uitnodigen die dat hopelijk ook samen met ons kunnen doen. Mijn voorstel is dat je de eerste gast introduceert. Dat doe ik graag. Onze eerste gast is bij Rijkswaterstaat directeur-generaal. En haar kennis van de uitvoering is daardoor fenomenaal. Vroeger zat ze in de leiding van straffen en beschermen bij VNJ. En daarnaast brengt ze kennis over wegen en vervoer met zich mee. Hartelijk welkom daarom, Michelle Blom. Dankjewel. Dankjewel. Michelle, je begrijpt... Wij doen ontzettend ons best op het eindrijm in de introductie. Dat is goed. Ik nodig je uit op 5 december. Oké. Ook deze dienstverlening hoort tot ons pakket. Heel fijn dat je er bent. Jij bent directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Dat is een enorm grote uitvoeringsorganisatie. Hoeveel mensen werken daar? Ja, zo rond tussen de 9.000 en 10.000. Oké. En hoe lang doe je dat al? Ruim 4 jaar. En is dat leuk? Want je hebt ook eerder in het beleid gewerkt. Is het leuk om bij toch maar even de uitvoering te werken? Ja, ik heb hiervoor... Ik zeg steeds, dit is mijn leukste en mijn moeilijkste baan. Ja.
mijn leukste, omdat je echt in de praktijk ziet, hè, wat je doet voor Nederland, voor de mensen die hier wonen, die hier recreëren, die hier leven, die hun werk hier doen, voor de bedrijven. Ja, dus je bent in concreet contact met degene waar je het voor doet. Dat is ontzettend leuk en geeft ook heel veel voldoening. En het is ook zo ontzettend ingewikkeld, omdat dat het juist is. Je ziet ook, hè, waar je het misschien beter had moeten doen, waar je een kans wellicht gemist hebt of waar nog kansen liggen. Dus het is ook nog ontzettend moeilijk, omdat het zo zichtbaar is. Maar het is heel, het geeft heel veel voldoening. Hiervoor heb ik inderdaad beleid gedaan. Ja. Maar ik ben ook nog in de omstandigheid geweest, en dat weet Karsten ook, dat ik zowel beleid als uitvoering deed. Waar was dat? Dat was als DG straffen en beschermen. Okay. En Art van der Steur noemde mij de DG knuffelen en meppen. En had ik zowel beleid als uitvoering binnen het directoraat-generaal. En dat was eigenlijk ook wel een hele mooie rol. Oké, maar dit blijft toch nog je mooiste plek? Dit is de mooiste plek, ja. Nou heb jij ook de afgelopen tijd tot aan informateur aandacht mogen vragen voor de uitvoering, als ik dat toch mag blijven gebruiken. Wat vind jij belangrijk? Ja, en dat klinkt dan weer zo ontzettend haars, hè, maar toch dat je die opgave centraal stelt. Toch dat je met z'n allen gaat kijken, wat willen we nou eigenlijk bereiken voor die burger, voor dat bedrijfsleven? En of je dat nou vanuit een politieke bril doet, of vanuit een beleidsmatige bril, of vanuit een uitvoerende bril, hè, dat zou niet uit moeten maken. En ik denk dat we elkaar daar enorm in kunnen helpen door dat echt weer centraal te stellen. Maar het klinkt vrij logisch om vanuit de opgave voor burgers en bedrijven te denken. Ja, en toch is dat niet zo logisch. Hè. Vaak wordt het toch vanuit het politieke belang. En dat we zitten hier met heel veel rood plush. Hè. Dus dat kan betekenen dat je denkt van ja, gut, ik moet toch blijven zitten. En daar zit mijn belang. Het kan ook zijn dat je vanuit het beleidsbelang denkt. En dan is het toch mooi om het over de plannen te hebben. Of je denkt puur vanuit het uitvoerende belang. En dan denk je, ja, niet al te veel verandering, want dan kan ik niet aan. En als je die... He, dat zijn dus de negatieve kanten van die drie posities. Maar als je de kracht van die drie kanten zoekt, dan ga je burger en bedrijfsleven echt helpen. Oké, ik hou hem even vast, want dit lijkt me een kernpunt in ons gesprek. Ik ga even naar Ab, weer de volgende gast introduceren. Ja, dan gaan we nu over naar gast nummer 2. Goed bekend vanwege zijn werk bij de VVD. Daar was hij expert buitenlandse zaken en defensiebeleid. En heeft hij de parlementaire onderzoekscommissie uitvoeringsorganisaties geleid. Deze vlieginstructeur die alles kan, leuk je erbij te hebben. André Bosman. André, welkom. Fijn, want jij hebt de commissie mogen leiden, de tijdelijke commissie uitvoering, als ik het goed zeg. Maar jouw normale portefeuille lag echt op een heel ander vlak. Ja, ik heb verschillende portefeuilles gedaan. Okay. Ik heb defensie gedaan, koninkrijksrelaties, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Maar ook energie. Waterveiligheid. Ik heb 11 jaar in de Kamer gezeten, dus dan kom je er wel wat portefeuilles voorbij. En hoe word je dan voorzitter van zo'n commissie? Door je vinger op te steken. Okay. Er was wat discussie over. Dit onderwerp kwam voorbij. Het heeft mijn hart, altijd al. Mm-hmm. Het gaat namelijk over mensen die hun werk professioneel moeten doen. En ik vind dat mensen die op een goede manier zijn opgeleid, de ruimte moeten hebben om hun werk te doen. En dat is bij de uitvoering bij uitstek natuurlijk. En toen deze commissie voorbij kwam, was niet veel enthousiasme. En ik heb toch maar mijn vinger opgestoken. Want de VVD was aan de beurt om een voorzitter te leveren? Nee, dat was in den brede. Het is veel werk. Het kost gewoon een jaar lang echt wel extra tijd naast je gewone werk. En als VVD hebben we gelukkig de ruimte met meerdere Kamerleden. Dus we vinden sowieso van belang dat we aanwezig moeten zijn. Die was er zeker gekomen, maar ik heb nog gewoon mijn vinger opgestoken. Jullie hebben een prachtig rapport opgeleverd. Daar staan meerdere adviezen in. Ik ga niet vragen naar de samenvang, maar pak eens even het belangrijkste punt. Wat is blijven hangen bij jou? Of althans, wat jij centraal zou willen stellen? De rol van de Kamer. En ik denk dat dat essentieel is. We kijken heel vaak direct naar de uitvoering. Hè. Ook nu wordt er weer gesproken over een nieuw kabinet. Komen er allerlei plannen. Worden er compromissen alvast gemaakt. En dan wordt er na afloop gedacht, oh ja, dat moet ook nog ergens iets met die uitvoering. Ja. En die politieke rol, beginnen we eens met nadenken over, wat wil ik bereiken in die samenleving? Want dat is als Kamerlid je rol. Zijn we ook wel eens een beetje vergeten, denk ik. De Kamer is verantwoordelijk voor de ordening van de samenleving. Wij zijn volksvertegenwoordigers en dat is onze rol. En je ziet nu dat wij vooral, de Kamer, in gevecht is met een kabinet om te kijken hoe ze elkaar politiek kunnen bestrijden. En dan valt eigenlijk de aandacht voor de uitvoering. Die was sowieso niet echt heel groot. Maar in dat debat valt die ook weg. Je hebt wel daarmee
bovenop de golf gezeten van geen aandacht voor de uitvoering. We gaan toch nog even naar Cenk Willink terug, die in 2017 een prachtige drie pagina stuk afleverde, waar niemand het verder over heeft gehad. Wat maakt het nu wel interessant of relevant voor die Kamer? Ik begrijp jouw redenering, maar is dat ook iets wat de Kamer bezighoudt? Nou, je ziet het meest dramatisch natuurlijk de aanleiding is kinderopvangtoeslagaffaire. Ja. Drama. Daar zie je dat in de uitvoering het zo mis is gegaan, terwijl de Kamer erbij was en aanwezig was en ook een rol daarin had. En dat je toch moet kijken van, hoe is het zo misgegaan? Want met alle respect, de Kamer doet naar eer en geweten haar best om goede wetgeving te maken. Ja. Alleen, als je dat doet los van die uitvoering, of los van de informatie, of los van de ambitie van de samenleving, dan is het wel een beetje losgezongen beleid. En dat is nu heel erg naar voren gekomen bij die kinderopvangtoeslag. En dan komt ook dat stuk van Cenk Willink naar voren. Maar ook 9 jaar geleden was Mariet Hamer zelf voorzitter van een commissie, een parlementair onderzoeksverhaal, die keek naar wat is nou de rol van de Kamer. Ook daarin zie je dezelfde stukken weer naar voren komen. Wat wij nu met deze commissie hebben gedaan, is we hebben de rol van de Kamer gekoppeld aan, als je dat verkeerd doet, krijg je slechte uitvoering. En volgens mij is dat de essentie. Ja, dat zit denk ik ook in de driehoek waar Michel het net al over had. Het toch blijft bij mij nog hangen dat je als Kamerlid niet herkozen wordt als je te veel aandacht aan de uitvoering geeft. De hele commissie komt niet meer terug. Nee, ja, dat is echt wel. Ik was het heel voorzichtig aan het inleiden, André. Ja, nee, dat, ja kennelijk. Hou je daarvan? Of mag ik dat niet vragen? Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Want wat je nu ook ziet, we zitten te kijken naar de behandeling van het rapport. Ja. Het is 3 maanden later, terwijl het eigenlijk de basis zou moeten zijn voor een nieuwe Kamer, om met elkaar afspraken te gaan maken, hoe gaan wij om met een nieuw kabinet? Dat is juist de positionering van die Kamer. Dit rapport zou daar heel erg bij kunnen helpen. Alleen, het is vrij stil, als ik dat heel subtiel zeg. Ja, oké, daar gaan we het straks nog even verder over hebben. Dankjewel voor de eerlijke antwoorden. Ab, wil je de volgende gast introduceren? De directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie is de volgende gast. Een functie die zeer goed bij hem past. Eerder besteedde hij in het ministerie van JNV zijn werkuren, waar hij sanctietoepassing en jeugd en politie straffen en beschermen bestuurde. Het is met groot plezier dat ik hem voorstel. Welkom op de bank, Karsten Herstel. Dankjewel. Ja, we kiezen bij voorkeur gasten die eindrijm mogelijk maken. Karsten, zoals je inmiddels begrijpt. Jij bent van beleid, dus jij begrijpt echt helemaal niks van de uitvoering. Niks. Sorry. Ja, dat is eigenlijk geen open vraag, hè? Niks. Nee, maar jij bent er wel veel mee bezig. Dus nou, houd je bezig. Bij sociale zaken zijn we voortdurend op dat grensvlak van beleid maken en zorgen dat het op een goede manier bij de inwoners komt bezig. Ja. Toen ik solliciteerde op deze baan, toen dacht ik, oh nou, misschien helpt het wel dat ik zelf bij justitie zowel op hetzelfde terrein in de uitvoering als bij het beleid heb gewerkt. En dat is zo, maar dan nog is het niet makkelijk. Nou ja, het valt mij altijd op als we overstappen maken van de ene rol naar de andere. Dan onthouden we wel een aantal dingen, maar we zijn ook weer snel in onze nieuwe rol, vooral met die nieuwe rol bezig. Ja, ben ik helemaal met je eens. En dat vraagt dus de hele tijd in het perspectief van de ander blijven stappen. Nou goed, ik zit al bijna bij jullie alle drie in dat deel van het gesprek. Ja. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het is blijkbaar niet vanzelfsprekend om dat te doen. En ik ben op zoek, wat weerhoudt ons daarin? Of wat maakt het moeilijk, wat je wil? Nou, ik denk dat toch de zeg maar de omgeving, het is best wel van elkaar geknipt. Dus de omgeving waarin je... Best wel, er zitten gewoon muren tussen beleid en uitvoering. Ja. Oh sorry, ik ben iets te prikkelend. We zeiden net tegen elkaar, de uitvoering heeft nog nooit zo goed voorgestaan, zeg maar, in het politieke debat. Dat is voor mij de kiss of death. Nee, weet ik niet. Nee, voor mij is het echt wel een bewijs dat we een enorme pijnlijke les hebben geleerd. Ja. En André die zei het net al. Maar op veel meer terreinen hebben gezien dat het niet werkt als je dingen verzint en denkt dat het goed is voor het land. Terwijl die uitvoering daar niet bij betrokken is, daar niet feedback op kan geven. En eigenlijk het gezicht naar de burger dat je wel, wat je voor ogen had, niet kan laten zien. En als dat niet werkt, dan komen er ongelukken van. En dat hebben we pijnlijk ervaren. Dus ik ben hoopvol
over die positie. Ik hoop dat we ons hele gesprek in het hoopvolle houden. Dus af en toe wat vertwijfelde poging om te snappen waarom het eigenlijk niet gebeurt. Dat zit in de vraag. Waar moeten we het vooral over hebben, Karsten? In dat verband? Nou, we moeten het vooral hebben over hele praktische manieren om die perspectiefwissel voortdurend te kunnen maken. En niet te denken, ja, maar nu is er even geen tijd voor. Of ja, maar de politieke werkelijkheid vraagt nu iets anders. Ze zullen er wel geen oor voor hebben. Ja. Ik denk dat dit de belangrijkste manier is om dit op te lossen. Namelijk door de hele tijd een vraag te stellen. Dat is het eigenlijk. Hou me even vast. Kom ik zo terug. Ab, wil je de laatste gast introduceren? Zeker. Onze laatste gast is een man met verstand. Daarom is hij bij de AWD als topconsultant beland. Zijn kennis van de overheid telt op tot een grote som. Want hij was de baas bij OCW, VNJ en het toenmalige VROM. Deze man is beslist een specialist. Bienvenue, Hans van der Vlist. Hans, sorry, dat was je broer bij VROM. Nee, grap. Welkom, Hans. Jij hebt mogen schrijven aan het rapport over de uitvoering. Is dat uiteindelijk geëindigd in de titel van Ja, mits, nou, nee, tenzij? Of heb ik dat verkeerd onthouden? Nou, de titel van het analyserapport was Ja, kommetje, mits, puntje, puntje, puntje. Oh, okay. En dat was eigenlijk ongeveer, dat dekte eigenlijk wel de lading. Namelijk dat de uitvoerders toch altijd onder druk van de politiek snel geneigd zijn ja te zeggen. Ook omdat ze trots zijn om te zeggen dat ze het kunnen. En dan zeggen ze wel, maar wel onder deze voorwaarden. En in het politieke proces gaan die voorwaarden worden van Rivere, die vallen weg. En vervolgens moeten ze toch maar zien te rooien. En dat was eigenlijk in grote lijnen de analyse van dat rapport. Het was natuurlijk veel rijker, die analyse. Maar in de kern ging het steeds daarom. Onuitvoerbaar beleid. En ja, daar heb ik ook de uitvoering daarmee ook wel op aangesproken. Ja. Je laat het je ook wel gebeuren. Maar is het niet omdat bij de uitvoering ongelooflijk veel mensen werken die het graag voor elkaar willen krijgen? Nou, dat is zeker een aspect, maar niet het enige. Want we spreken in het rapport niet alleen de uitvoering aan, maar ook de beleidsmensen die beleid maken zonder dat ze een goed beleidsconcept hebben waar de uitvoering bij betrokken is. En we hebben ook de politiek aangesproken, omdat die eigenlijk alleen maar op korte baan dingen wil en dingen snel tot stand wil komen en heel veel druk uitoefenen. Tegelijkertijd denk ik, de boodschap hier, zeker naar dit publiek is, sta op en zorg ervoor dat het je niet overkomt. En denk steeds vanuit het belang van burger en bedrijven en durf ook nee tenzij te zeggen. Ja. Ook al is dat niet makkelijk en uiteindelijk onder druk. Dank jullie wel, dank Ab voor de introductie. Ik denk toch dat we even het rapport over de kindtoeslagen erbij moeten trekken, want anders staat deze olifant nog steeds in de kamer. André, ongeveer tegelijkertijd dat jullie vrij uitgebreid met uitvoering bezig waren, kwam er ook nog een kameractiviteit, het onderzoek naar de kindtoeslagen. Heeft dat jullie geholpen of in de weg gezeten? Nee, we hadden natuurlijk wel overlappende terreinen, want ook wij keken naar de Belastingdienst. Alleen wat je zag is dat, was een parlementair onderzoek, was net even iets zwaarder dan ons, onze commissie. Maar daar werden mensen onder ede gehoord. Maar wat je daar ziet is dat is eigenlijk, en het klinkt een beetje onbeleefd, maar de POKKE, de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag, is eigenlijk een ondergeschikte aan ons onderzoek. Wij hebben een heel breed bovenliggend onderzoek gedaan, waarbij we heel veel dingen naast elkaar hebben gezet. En als je dan in gaat zoomen op één detail, de POK, dan zie je waar het misgaat. Dan zie je in die gesprekken waar er problemen ontstaan. Wij hebben de breedte vooral bekeken. Klopt. En de kinderopvangtoeslag heeft vooral de diepte gezocht. Michelle, er wordt bijna voortdurend in deze periode gesproken over de uitvoering. En dan hebben we het gelijk over de kindtoeslagen. Maar de uitvoering is toch een veel bredere. Zeg maar, het bestaat uit ongelooflijk veel organisaties. Ja. Dus ik zoek even. Natuurlijk leren we van die kindtoeslagen. Maar niet alles gaat over de kindtoeslagen, lijkt mij, bij de uitvoering. Nee, maar ik snap wel de uitleg die André eraan geeft. Hè, dat je de rode draden die te trekken zijn uit die toeslag, hè, die kun je natuurlijk wel plaatsen op andere kwesties die hè, in politiek, in beleid en in uitvoering aan de orde zijn. Dus in die zin kun je die parallel wel trekken.
Maar je moet hem een beetje van afstand bekijken. Maar het is zeker niet zo dat alleen maar in direct loketcontact beleid vorm krijgt. Hè. Bij Rijkswaterstaat hebben we niet zo'n loket. Nee. Wij leggen wegen aan, we beheren wegen. We zorgen ervoor dat iedereen droge voeten houdt. Ja, dat ga je niet per individu regelen. Dus per definitie beheren wij publieke goederen. Ja, maar als je kijkt naar het veiligheidsdomein bijvoorbeeld, de politie, de reclassering, die doen weer op een hele andere manier hun werk. Dus als je dat van een afstandje bekijkt, kun je denken vanuit het sociaal domein, het veiligheidsdomein, het ruimtelijk domein. En maar al die drie, die komen wel die dingen tegen die André in zijn rapport heeft gezegd. En ook Hans trouwens. Ja. Maar goed, André, je hebt 7 punten aangeleverd. Jullie hebben ook een aantal punten aangeleverd. Ik zie nu alweer lijstjes komen van punten, Hans. Dat is wel heel jammer, hoor. Hè? Nou, dat is wel. Ik zoek even naar wat houden we vast. Nou, en ja, dat is een beetje waar mijn zorg wel zit. Want je zei net, Mark, tegen Karsten van Goh. Karsten zei, zo goed heeft de uitvoering er nog nooit voor gestaan. Ja, zover ben ik nog absoluut niet. Op dit moment hebben we vooral heel veel lijstjes en hebben we veel woorden. Maar ik zie nog geen daden. Nou, ik ben niet van Feyenoord, maar dan denk ik toch van na praatjes en plaatjes wordt het nu toch tijd voor de daadjes. En ben ik heel erg benieuwd waar straks een nieuw kabinet mee komt. En of de uitvoering in de hele brede zin van uitvoering ook echt de ruimte en de gelegenheid krijgt om echt ook vanuit die waarde en die kennis en die ervaring te laten zien wat er wel kan en niet kan, maar ook creatief mee te denken. Maar nou, en dat wordt nou ook vaak vergeten. Nu formuleer je het toch weer een beetje afhankelijk, hè? We wachten op de kabinetsformatie en we hopen dat we de ruimte krijgen. Mijn stelling is, de uitvoering moet gewoon de ruimte nemen en de ambtenarij moet zich veel sterker organiseren tegen de politieke opportunisme. En niet afhankelijk zijn van, we wachten af of we de ruimte krijgen. Nee, de uitvoering is nu aan zet, samen met beleid, om gewoon ook dingen niet te pikken. Oké, maar dan toch even, waarom doen we dat in de regel niet zo gauw? De ruimte nemen, want we vragen altijd ruimte. Ja, nou, dat is inderdaad een hele goede vraag, Mark. En ik denk dat de ambtenarij super loyaal is aan het politieke discours. Te loyaal. En waardoor die loyaliteit omslaat in niet professioneel adviseren en dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Nou, sterker nog, het staat in arbeidsvoorwaarden. In contracten die gesteld worden, of althans niet de contracten, maar als je een vacature ziet, dan wordt letterlijk gezegd dat mensen een politieke antenne hebben om te voorkomen dat de minister of de staatssecretaris in de problemen komt. Ja. En de essentie, dat hebben wij ook gezegd in ons rapport, een ambtenaar is niet ten dienste van de minister of de staatssecretaris. En we vinden de Engelse term eigenlijk mooier. De civil servant. Ik ook. Ja. De dienaar van de samenleving. Ja. En dat de focus moet omdraaien en zeggen, ja, maar hoe bedien ik nou die mensen? En dan toch even reagerend. Want mensen zeggen ook dat de uitvoering eerder betrokken moet worden bij wetgeving. En ik draai hem om. Ik zeg, wie heeft er ooit verzonnen dat je met wetgeving kan beginnen zonder dat je weet wat het probleem is? Want kennelijk heb je al een oplossing bedacht voor iets waarvan je niet weet of de uitvoering er last van heeft. Oké, dan kom je op een favoriet onderwerp waar ik dacht, ga ik het aanraken. Karsten, volgens mij is de kabinetsreactie naar aanleiding van de kindtoeslagen een dijk van de brief geweest met een aantal flinke beslissingen. Menselijke maat, uitvoeringstoets, maar volgens mij heeft die brief nooit een uitvoeringstoets gehad. Nee. Wel? Nee, hè? Nee. De meest verregaande kabinetsbeslissing over de uitvoering is zonder een uitvoeringstoets gedaan. Terwijl in dat stuk staat, we moeten niks doen zonder dat we de uitvoering in het begin al betrokken hebben. En er staan verregaande uitspraken. Zeker. Waar had het mee te maken? Echte behoefte bij het kabinet om een stap richting. Ja, maar dat is precies de klassieke val waar we dus elke keer in. Nee, I know, ik ben nog niet klaar. Oh, sorry. Maar we zitten nu met een kabinetsreactie waarvan we de uitvoeringsaspecten nu aan het bekijken zijn. En daar heb je gelijk in, dat is de verkeerde volgorde. Je hebt helemaal gelijk, Mark. Ik heb gezegd bij de wou, als je dit nu gaat doen, dan moet je het ook op zijn wous doen. Ik denk dat we even voor de kijkers ook het begrip wou hebben. Sorry, dan moet je. Er zijn een aantal principes die in dat rapport staan. Als je nu plannen gaat maken, dan moet je het ook wel volgens die principes doen. En daar hoort natuurlijk bij dat je, en helemaal eens, Hans, dat de uitvoering dan zegt, ja, dit gaat niet of dit gaat wel. Ik ben ook blij dat we onszelf uitgenodigd hebben bij de informateur en bij de huidige demissionair minister-president om dat te vertellen. Ze worden al wat moediger, Heel goed, Hans. Heel goed. Nee, maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat je een plan hebt dat je niet volgens die uitgangspunten hebt vormgegeven. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we dat vanaf nu wel gaan doen.
Ja, maar ook hier is een rol voor de Kamer weggelegd. Om deadlines te stellen en zeggen, luister, we accepteren niet deze snelheid. Ghadisha Ariep zei bij de introductie of de overdracht van ons rapport dat het kabinet nog even snel wat wetten er doorheen wilde jassen. Maar daar zit je als Kamer gewoon zelf bij. Zeg, luister, dit is de deadline. Als je daarvoor niet levert, kunnen wij dat wet binnen de gestelde tijd niet behandelen. Stuur maar terug. Maar al dan toch even doorzagen op het onderwerp van net. Ze hebben een bezweringsformule gebruikt om te zorgen dat ze van het politieke gedoe afvaren. Naar aanleiding van de POK. Ja, maar daarom is ons rapport ook zo van belang om te behandelen. Ja, ja, dat zou dus het nieuwe, nogmaals, mijn frustratie een beetje. Nee, de nieuwe Kamer. We kijken hoe we jouw rapport uiteindelijk wel leidend kunnen laten zijn. Want volgens mij zijn we het er heel erg over eens. Want maar, daar komt die discussie naar voren. Dat is de rol van de Kamer, dat is de verantwoordelijkheid ook van de Kamer. Ja. En hoe ga je om met je verantwoordelijkheid die je hebt? Helder. Mag ik nog een ander onderwerp aansnijden? Want dat raakt ook het onderwerp menselijke maat. Hoe vinden we een evenwicht tussen zeg maar, wat generieke antwoorden die de uitvoering moet geven en toch heel specifiek aandacht geven aan burgers en bedrijven? Dat is een fragiele balans. Waarbij je mensen in die organisatie moet helpen om dat te doen. En voorkomen dat het willekeur of vriendjespolitiek is, maar wel aandacht geven aan het bijzondere van mensen. En dat houdt me al een tijdje bezig. Hoe kun je dat doen? Ja, ik had ook een bijeenkomst bij de Raad van State. Ja. Dat is een heel gevoelig onderwerp. Want we hebben gezegd, wetgeving die we maken is eigenlijk voor 80% van de samenleving werkt prima. Ja. Voor die 20% heb je een probleem. Ja. Wat wij als wetgever iedere keer dan proberen is om die 20% in standaard wetgeving te proppen. Ja. Dat is het allerslechtste wat je kan verzinnen. Daar krijg je namelijk een hele grote wetgeving van. Ingewikkeld, begrijp niemand meer. Ingewikkeld, lastig, zeer complex, alles hangt aan elkaar vast, niet meer te veranderen. Alleen, toen hebben wij gezegd, ja, maar accepteer dan dat je die ruimte in de wet openlaat en zegt, luister, die is niet beschreven. Die is aan de professional op het laagste niveau die in staat is om te beslissen. U heeft dit wel nodig, u heeft dit niet nodig. Ja, dan schoot de staatsraad redelijk van in de vlekken. Want juridisch heb je het dan niet dichtgetimmerd. Dan is er ongelijkheid, het rechtvaardigheidsbeginsel, gelijkwaardigheidsbeginsel. Ja. Maar dan kom ik weer terug bij Herman Schenk Willink. Die zei heel duidelijk, absoluut gelijke gevallen moet je gelijk behandelen. Maar ongelijke gevallen moet je gewoon ongelijk behandelen. Maar dat vraagt enig lef, maar ook ondersteuning. Ja, zeker. Kan dat, Hans? Nou, dat kan wel. Maar ik denk dat de uitvoering het daar ook nog wel moeilijk mee heeft. Omdat ze dat niet gewend zijn. Dus dit is een proces wat je echt de komende jaren in gang moet zetten. Bij de uitvoeringsorganisaties zijn ze al bezig, weet ik bijvoorbeeld bij het UWV... om die professionals ook aan de voorkant meer op te leiden om dat maatwerk te leveren. Want ik vind nog een onderscheid tussen menselijke maat en maatwerk. Want menselijke maat is eigenlijk bejegening, dat moet je voor iedereen goed doen. Ja, ik kan dat zeggen. Maar, en dat kan namelijk ook digitaal een goede menselijke, of een goede menselijke maat. Maar dat maatwerk, dat gaat om, durf je uitzonderingen te maken omdat situaties verschillend zijn. En daar moet de politiek en de wetgever ruimte voor creëren in de regelgeving. En de uitvoeringsorganisatie moet ze hun beste mensen aan het front zetten. En dan kwam jouw vraag, hoe verantwoord je daarover? Ja. Nou, dat kan ook heel goed, namelijk achteraf. Je moet je gewoon verantwoorden over hoe dat is gegaan. Dat kan via rapportages van stand van de uitvoering. En dan kan het parlement dan over spreken. Dus dat proces is heel goed in te richten. Alleen het kost wel een aantal jaren om dat goed te doen. En iets doet mij vermoeden dat als daar een keertje iets niet goed gaat, dan komt er onmiddellijk weer een plakketje op het gaatje in de band. En binnen nood hebben we weer zo'n hobbelende band. Ja, is een groot risico. Karsten, maar hier zijn we met z'n allen bij. Ja, ja. En daarvan denk ik echt, wat er nu gebeurt en wat er op tafel ligt. En ik ben helemaal met Michelle eens dat we zijn er echt nog niet. Maar wat er nu op tafel ligt, dat is echt een agenda om te voorkomen dat plakkertje er weer op wordt gedaan. Ja. En dat we dan wegzakken in, oh ja, maar nu zijn er weer andere dingen belangrijk. Dus ik zie dit best wel zitten, maar er is nog heel veel te doen. Karsten, help me even. Zowel bij beleid als in de Kamer is de reflex altijd, we maken er nog wat regels bij om te voorkomen dat hier niet zorgvuldig met een bijzonder geval wordt omgegaan. Dus we eindigen altijd met nog meer regels dan dat we hadden. Ja, maar ik moet zeggen dat als je kijkt naar de coronacrisis en wat we daar met de steunpakketten hebben gedaan, dat vind ik echt een prachtig voorbeeld wat een manier is. Ja, ik hou het maar hoopvol. Wat een manier is om te doen wat de commissie heeft neergelegd, namelijk ga zitten met de uitvoering, doe het samen en zorg dat je alle dilemma's ook schetst aan degene die de besluiten gaat nemen. En dit is feitelijk gebeurd en dat betekende dat we grofmazige maatregelen maakten.
waarvan we van tevoren zeiden, dit gaat niet voor elke situatie werken en we gaan een hardheidsclausule organiseren, maar dat betekent ook dat de mensen in de frontlinie daar voor toegerust moeten zijn. Dus jij bent hoopvol dat in beleid niet reflectie is, we gaan het alsnog regelen? Nou, ja, ik doe een uitlokking, begrijp je? Ja, nee, maar ik snap dit heel goed. Want ik ben hoopvol natuurlijk, in die zin, dat en daarom zeg ik, we zijn erbij, dat we nu niet meer kunnen zeggen, oh ja, we zijn erin teruggezakt. Daar hadden we ook excuses voor. En die zijn er niet meer. Dus we zijn erbij om de discipline te houden, stap in mekaars perspectief en zorg dat de dingen op tafel komen, ook bij de beslissers, en dat de Tweede Kamer en de politiek er ook aandacht voor heeft. En daarom vind ik het ook goed dat Hans oproept, ga erheen, zet een stap vooruit en wacht niet, maar daarna moet er natuurlijk wel responsiviteit ook aan die kant zijn. Maar ik wil er nog aan toevoegen, daar moeten we ook de tijd voor nemen, want wat je ziet in dit soort processen, je hebt aanpassing van regelgeving nodig, je hebt mensen nodig die moeten beseffen waar afgeweken kan worden en waar niet. Het vraagt dus eigenlijk ook een cultuurverandering meer, die in een aantal jaren zijn beslag moet krijgen. En vakmanschap moeten we ruim stimuleren om dat te doen. Maar als we nou te snel denken van over een half jaar, van, het is klaar en we gaan weer andere dingen doen, dan mislukt deze aanpak. Maar we moeten op korte termijn wel zorgen dat je weerstand biedt aan de risico's die Mark terecht schetst. Want de cultuur in de politiek en de media zal toch zijn dat die druk gewoon weer ontstaat. In die zin, met alle respect voor André, ik heb niet zo heel veel vertrouwen in dat de politieke cultuur zomaar anders wordt. Ik heb nog ietsje meer vertrouwen in de ambtenarij, dat ze krachtig zijn. En dat moet onmiddellijk beginnen. Het proces om het helemaal beter te maken gaat jaren duren. Dan komt hier toch wel een klein puntje van kritiek richting de ambtenarij. Want daar ontstaat die vergroening met informatie richting een minister en een staatssecretaris, waardoor wij als Kamer informatie krijgen die niet klopt. Die verantwoordelijkheid ligt bij die ambtenaren. En dat is wat we nu zien. Hè? Iedereen is bezig met het politieke proces. Ja. Dat we eigenlijk naar die uitvoering zouden moeten kijken. Maar het politieke proces heeft het primaat. Zowel van de Kamer als van het kabinet als van ambtenaren. En daarin zie je dat iedereen probeert het politiek maar te regelen. En voor mij, ik ben er heel simpel in. De ambtenarij is er ten dienste van de samenleving. Dat moet een geoliede machine zijn. Die moet niet denken aan politieke consequenties. Daar hebben we de minister en de staatssecretaris voor. Dat zijn grote mannen en vrouwen met grote verantwoordelijkheid. Die moeten dat politiek maar gaan dragen. Maar op het moment dat iedereen in alle niveaus, maar vast uit de luchtband noemen we dat padding, iedere keer een beetje veiligheid erbij drukken en nog een beetje veiligheid erbij drukken, dan krijg je hele rare informatie die niet klopt. En denk je, ja, maar dan is de minister en de staatssecretaris bediend. En dat is niet zo, want niemand is bediend. Nee, maar dat brengt me even bij. Ik zag een mooie bijdrage van jou uit het ABD-krantje, Michel. Er zit een ongelooflijk meer risicomijdend gedrag in onze organisaties. En je hebt opgeroepen, fouten maken hoort bij ons vak. Maar in deze politiek-maatschappelijke druk is het bijna niet geoorloofd om fouten te maken. Ja, maar dat is een beetje, die gebeuren gewoon. Dus dat heeft helemaal geen zin om dat te ontkennen. En dat gebeurt gewoon. Nee, maar het gedrag is soms steeds voorzichtiger te worden. Ja, maar ik roep juist op om toch met een zeker zelfbewustzijn en bepaald moed gewoon je werk te doen. Het is een ambtelijke professionaliteit. En wat je zegt, spreekt me heel erg aan. Ook om dat aan die politiek te laten zien. Hè, maar we zijn met z'n allen toch wel een beetje angsthazen geworden. Nee, dat is helemaal in onze organisaties gedrupt. Ja, maar ik kom jonge medewerkers tegen die zeggen, ik wil meer ruimte krijgen. Zeg, wat weerhoudt je om ruimte te nemen? Ja, dat is een risico. Ik moet mijn minister uit de wind houden. Ik denk, hoe is het mogelijk? Ja, maar weet je, dan kijk ook weer naar Cenk Willink. Die zei, wat in 40 jaar is gebouwd, is niet in 40 dagen gedaan. Hè? Ja. Dus dit is dag 1 en we gaan nu beginnen het anders te doen. Maar het is ook zoals we hier zitten. Hè? De leiders van die organisaties, die moeten ook naar voren stappen en zeggen, jongens, zo gaat dat niet. En die groep moeten we ook aanspreken, want daar begint het. Ja, als wij het laten zien, dan komt de rest heus wel. Ja, ze kijken ongelooflijk naar jullie. Ja. Je ziet die problemen ook in de Kamer. Je hebt een coalitie die angstvallig de gelederen gesloten houdt. Ja. En voorkomt dat een minister of een staatssecretaris in de problemen komt. Ja. Terwijl het kan nooit de bedoeling zijn. En dat vond ik het mooie van onze commissie. Wij zaten daar niet partijpolitiek in. Heel simpel, de uitvoering moest gewoon werken. En of het nou een VVD-idee was of een SP-idee, uiteindelijk als dat een meerderheid heeft, moet het gewoon gaan werken. En daar moet die zitten. André, jullie hebben een zeldzaam rapport uitgebracht in mijn ogen. Want precies deze connotaties hadden jullie rapport. Zoveel zijn er uit de Kamer gekomen. Dus jullie hebben aandacht voor de burger en het bedrijf gevraagd. En voor de professionals die het moeten doen. Dat is jullie begin. Ja.
Maar je wordt als Kamerlid niet herkozen als je veel tijd neemt, Ab, om dat te gaan doen. Sterker nog, je weet wel zeker dat je niet herkozen wordt. Ja en nee. Oh. Dan toch. Je moet je werk doen als volksvertegenwoordiger. En dan moet je weerstand bieden tegen, en dat, of je nou een ambtenaar bent die het risico wil mijden, of een Kamerlid die denkt, joh, maar ik wil herkozen worden. Je taak is dienen van de samenleving. En dat moet weer de prioriteit worden. En ga de discussie maar aan. En als journalisten geen zin hebben in je saaie verhaal, omdat je hele goede wetgeving hebt gemaakt, omdat er dan mensen bediend zijn, en het succes pas ontstaat als je het fout doet, zeg, misschien moet je dan toch even de zaak omdraaien. Ja. Maar mag ik dat toch nog even... Ik ga straks jou vragen, neem je de tijd op. Ja, in jouw boek, jouw laatste boek, schrijf je ergens over de bondkraag op de ministeries. Hè? Ja. En daar zie je, de bondkraag is zeg maar de kring om de ministerie heen, die ervoor moet zorgen dat het imago van de minister wordt bewaakt. Ik heb het een bierfiets genoemd, hè? Dan hebben we het op punt gelijk. Ja, een bierfiets, oké. En jij hebt gewoon even gezegd, directeur-generaal zitten langzamerhand ook in de bondkraag. En wat je eigenlijk ziet is dus dat het ambtelijke apparaat met imagopolitiek van de bewindslieden bezig is. En dat de discussie over wat gaat er nou mis en waarom gaat er mis, kunnen er niet wat aan doen, daardoor onder tafel verdwijnt, want we mogen geen slecht nieuws meer brengen. En dat vergroenen komt door de angst om slecht nieuws te brengen, want dan komt dat slecht nieuws misschien in de krant en dan krijgen we een discussie in de Kamer. Dus die openheid, als we die niet creëren, dan gaat het hele proces niet werken. Toch een mooi punt, hè? Want dan toch bij mijn persoonlijke beleving, ben nu werkloos, ben ambtloos burger, dus ik ben aan het solliciteren. Ja. Dus ik heb ook gekeken bij de ABD. Mm-hmm. Ik heb ook een sollicitatie gehad bij de ABD. En was je politiek sensitief? ik kwam niet door de eerste selectie heen. Oh. Maar als je dan kijkt wie allemaal wel door de selectie heen komen, zijn dat allemaal mensen van binnen de organisatie. Ja. Daar zie ik heel weinig van buiten komen. En dan denk ik, dat was niet de bedoeling van de ABD. Dat was een doorstroommodel van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Kennis en ervaring delen. Maar je ziet daar de dynamiek ontstaan van een gelijkgestemde club die allemaal ingesteld is op dezelfde manier om te zeggen, het wegmanagen van het probleem, daarmee is de minister en de staatssecretaris bediend. Daarom heb ik het rapport een pleidooi gehouden om juist de wisselwerking tussen beleid en uitvoering sterker te maken. Hè? Dus eigenlijk vind ik dat je geen topambtenaar kan zijn als je niet gewoon ook je sporen in de uitvoering verdiend hebt. Want je moet het aan de lijve hebben ervaren. Ja. Om ook weerstand te kunnen bieden aan de politiek en het zicht op die uitvoering. Maar wat we dan elke keer bij de overheid doen, dan wordt het weer een nieuw adagium of een regeltje. Zo zijn we ook in de 357 beland. Dat is een beetje flauw. Dat is vrij eerlijk en direct. Het gaat mij om het principe van, als je geen uitvoeringservaring hebt, kijk hoe je dat vormgeeft. Als je dat weer in regeltjes vormgeeft, dat is een beetje flauw. Het gaat om een principe. Ik vind als je de top, als je SG bent of DG, en je hebt ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor een maatschappelijk domein. Als je dan geen ervaring hebt en je weet niet hoe de uitvoering werkt in deze tijd, dan vind ik eigenlijk niet dat je zo'n rol kan vervullen. Ja, dat heeft niks met regeltjes te maken, Mark. Jawel, want we eindigen met je helemaal niets met regels te maken. Je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Als je kijkt bij Shell, kom je niet in de directie. Als je niet ergens in Brazilië of waar dan ook in de put hebt gestaan. Mark, je had gewoon bij de uitvoering moeten werken. Ik heb nu eindelijk aan het eind van mijn loopbaan een jaar uitvoering gedaan, jongens. En toen heb je heel veel geleerd, Mark. Daar voel ik toch steeds voor. Maar dit is, nee, Hans, dus, ik snap dat je zegt, geen regel. Maar wat ik zie dus, dat voordat je in de top van de overheid komt, beginnen we bij André. Je moet bijna alles binnen de overheid zelf hebben gedaan, wil je nog een kans maken. Dat gebeurt. En als je ergens in de top wil, en je moet dit hebben gedaan, dan ben je inmiddels al tegen de 50 voordat je in de buurt komt van een ambtelijke topfunctie. Nou en? Heb je nog vind ik niet zo gek. Is dat erg? Je moet tot je 70ste werken straks. Hoe erg is het als je een 30-jarige in de top mag vervullen? Wat een onzin. Nou, ik vond het wel goed. Ik ben wel eens met André, hè, dat daar best nog wel een, dat we daar best nog wel wat kunnen doen. Maar er zijn ook voorbeelden. Je noemde net Alexander Pechtold. Ja, hè, die is vanuit die andere rol. En ik moet zeggen, Ab en ik zitten regelmatig met Alexander. Het helpt ons om zijn verhaal te horen, maar het helpt hem ook om ons verhaal te horen. Ja. He, dus dan kun je met elkaar, wordt het weer een beetje beter, zeggen we. Nou, dat is mooi. Het is een uitzondering, toch? Nou, maar en daar moeten we dus. Je moet ergens beginnen. Ja maar dus als je als oud-politicus ergens terechtkomt, groot afbreukrisico, hè, dat zowel voor de organisatie als voor de politicus zelf. Want je moet het nog maar waarmaken. Maar het mooie van Alexander was, die kwam ook bij ons en die zei, als ik nu soms kijk naar de moties vanuit de Kamer, waar ik vroeger ook gewoon mijn handtekening onder zette, dat ik nu denk van, goh,
misschien even een keertje niet. Maar ook het besef dat als er paniek uitbreekt bij een Rijksdienst voor Wegverkeer en ze zijn bezig met oplossen, dat de eerste reactie van hun is gewoon, bemoei je even niet met mij. Laat mij, de professional, het werk gewoon even doen. En wat doen wij als Kamer? Wij gaan van de kwartaalrapportage naar een maandrapportage. Ja. En daarmee verhogen we de druk nog een keer op de organisatie die altijd hier in het werk zit. En dan krijg je dat noem ik de toenemende behoefte aan controle. En in controle zijn. Er mag niks meer fout gaan. We moeten alles weten. En we houden elkaar scherp, zoals dat heet. Maar dat gebeurt niet vanuit vertrouwen. Nee, en die reflex is verkeerd. Ja. Dus daar moeten we de hele tijd alert op zijn dat we daar niet instappen. Maar dat vraagt heel veel van die hele driehoek. Ja. Kijk, en ik ben helemaal met Hans eens. Hè. Ik heb zelf lang in de uitvoering gewerkt. En dan als je aan de andere kant zit, dan begrijp je het zo goed. Ja. En er is het effect wat jij in het begin al benoemde. Namelijk, je verkleurt ook heel snel als mens. En daar moet je ook heel alert op zijn. Dus mijn ambitie is om A, te zeggen, we zijn hier niet voor de politicus, maar voor de ambitie die die politicus laat zien en het goed doen in het land. En je zorgt dat die afstand naar de mensen die aan de balie zitten of aan de weg werken, dat die afstand verkleind wordt. Dat kan niet door alleen maar mensen met ervaring erin te zetten, maar dat moet ook in je systeem zitten. En daar denk ik van, daar hebben wij een voorbeeldfunctie in. Dus niet een bondkraag om een minister of een staatssecretaris, maar er moet een logische manier zijn om de signalen uit uitvoering bij de lokale overheden, om die signalen serieus op tafel te krijgen. En daar moet ruimte voor zijn. En dat vraagt een open gesprek tussen politicus en ambtenaar, en tussen de politicus en de Tweede Kamer, en tussen de uitvoering en die andere partijen. Maar dan heb je toch wel een beetje ruggengraat nodig, Ab. Want dan moet je gewoon zeggen, dit gaan we dus niet doen. Hier nemen we even meer jaren voor nodig dan dat jullie denken dat we mogen hebben. Ja, dat is ruggengraat. De andere kant is natuurlijk, we hebben als ambtenarij 20 jaar lang onze ruggengraat willen laten zien door te zeggen van, maar die ambities van de minister, die willen we waarmaken. We geven niet gauw op. Ja. En dat pleasen vanuit de ambtenarij om toch de politiek te willen te zijn, dat zit er een beetje in de weg. Diep, heel diep. En daar moeten we mee ophouden. En dat is wel lastig, want het is een heel ander spel wat we moeten leren. Namelijk open zijn, ook de negatieve dingen benoemen. En dat gebeurt te weinig. Mijn vraag is wel aan André, van denk je dat het politieke klimaat daarvoor komt? Want ik zie negatieve fracties in de Kamer. Ja. De beste manier om jezelf te profileren is om een misstand tot een grote drama te verhogen. En dat is terecht als er een misstand is, in het geval van de kinderopvangtoeslag. Maar als het op een detail is, dan gebeurt het ook. En dan binnen de kortste keren zijn we alleen maar details aan het afvangen en niet de publieke dienst versterken. Ja, ik raad al mijn nieuwe collega's aan om ook even wat zelfreflectie toe te passen. En dan als Kamerlid, voordat je naar die interruptiemicrofoon rent, even jezelf de vraag te stellen, wat heb ik eraan gedaan om deze mensen volledig in staat te stellen hun werk te doen? Heb ik er als Kamerlid alles in het werk gesteld om hun werk beter te maken? 9 van de 10 keer komt er dan een heel groot vraagteken. Dan hebben ze geen idee welke wetgeving ze ja of nee hebben. Dat voorkomt ook een beetje die hyperige toon van schande. Ja, want nogmaals, chargeer een beetje, het leed begint in de Kamer. Als we daar zorgvuldig naar kijken, zorgvuldig wetgeving behandelen, de tijd ervoor nemen, met iedereen praten, een Eerste Kamer die ook nog een keer een goede toets doet, en niet afwacht dat de Tweede Kamer heeft het niet besproken, dus het zal in de Eerste Kamer ook wel goed zijn. Echt de checks en balances doen die er van belang zijn. En dan heb je als Kamer een hele andere toon. Maar dan moet je wel elkaar aanspreken. En mijn reactie zou zijn, als minister of staatssecretaris, heeft u al gesproken met de uitvoering? Wat is daar? Niemand. Want iedereen gaat gelijk naar die minister. Ja. Eén belletje. Ik heb het ook wel gedaan met Alexander. Ik zei, joh, wat heb ik nou op mijn fiets hangen? Er komen rapporten uit. Was je daarbij betrokken? Hij zei, ja, het lag even iets anders. Nou, dan weet ik genoeg. Ga ik geen vragen stellen. Michelle, wat Hans net al suggereerde. Mooi als dat in de politieke arena gebeurt, André. Dus dat is de mooie oplossing. Maar dat gaat vast niet in alle opzichten. Dus gaan jullie gewoon naar de Kamer zeggen van dit kan zo niet? Of dit hebben we nodig? Ja, in onze uitvoeringstoetsen. Dus ja. Ik was enorm geïnspireerd
door het werkstuk van Hans en van Dick, hè, die dat gemaakt hebben. Mooi stuk. Ja, maar ja, het is echt een mooi stuk. Dus, en ik was ook echt door geïnspireerd. Dus de eerstvolgende uitvoeringstoets, ja, serieus, die ik kreeg, daar stond dus weer nee tenzij. Dus dat heb ik toen omgekat. En nou, er waren eerst de mensen bij mij natuurlijk van de leg. Maar dat kan zomaar niet, hè, want beleid wil dit graag. Ja, maar we zeggen hier eigenlijk, hè, als ik naar al die randvoorwaarden kijk, dat het gewoon niet gaat. En dat zeggen ze ook op pagina 1, nee tenzij. En ik heb er nog iets aan toegevoegd. Ik zei, we gaan niet alleen vertellen wat het voor de uitvoering betekent. We gaan ook vertellen wat wij denken dat het voor de burger en bedrijfsleven betekent. En dat doen we ook op pagina 1. En dat doen we omkaderd, zodat het iedereen opvalt. Nou, en dat bleek ook. Hè, het viel iedereen op. En mijn collega die zei toen, hè, van beleid, ja, maar hoe kan dit nu? Ja. Ja, en toen werd het, oké, dan moet het aangepast worden. Toen werd het aangepast. Ja. En toen is nee tenzij veranderd in ja mits? En nou, daar wordt nu nog aan gewerkt, aan die nieuwe regelgeving. En dan gaan we het zien. Ja, dus we doen het daar waar het nodig is. Hè. Er is er nu nog één met nee tenzij, ook diverse met ja mits, omdat het gewoon wel kan. En waar ik me dan ook wel aan optrek, is dat vanaf 1 juli hè, die stukken ook meegezonden moeten worden. Dus dan worden ze openbaar. Dus wij zijn nu aan het oefenen om die stukken zo te maken dat die ook voor de geïnteresseerde leek te lezen is. Maar dan zie je dus de druk uit zo'n departement om toch te zeggen, ja maar wacht even. Nee, dit was niet de druk vanuit het departement. Het was de druk uit de eigen organisatie hè, om te pleasen. Ja. Ja, dus waar de app het over heeft. Waar we al jaren in getraind zijn. En dus je moet ook in je eigen organisatie helpen. En als je dat dan toelicht en mensen meeneemt, dan vinden ze het hartstikke leuk en enorm spannend. Ja. Ja, dus dat gaan wij nu oefenen de komende jaren. Maar help eens even die openbaarheid. Die zou moeten helpen. Maar tegelijkertijd is het een enorme rem om alles te zeggen wat je wil. Want je weet dat uiteindelijk alles wat je zegt, komt ergens op in een publiek debat terecht. Ja, maar dan denk ik van we weten echt wel waar we het over hebben. Het is goed onderbouwd en dat kunnen we ook uitleggen. Nee, en ik moet zeggen dat die openheid van welke dilemma's ze hebben er allemaal onder dat voorstel gelegen, die helpt enorm. En die helpt ook om te laten zien wat gebeurt er in die ambtelijke organisatie. Kan je echt notes laten zien waar geeltjes op zitten, waar deze scherpe opmerkingen op staan. En voordat het besluit in de definitieve brief is, is het geeltje van de noot afgehaald. Dat zal best gebeurd zijn, Mark. Maar toch denk ik dat het open schetsen van dilemma's, wat ook gebeurd is bij UWV en de druk die er was nu bij de coronacrisis om snel regels te maken, die dilemma's zijn gedeeld met de politieke leiding en met de Tweede Kamer. En dat is toch wel de manier om ook de achterkant van het gelijk te laten zien en iedereen deelgenoot te maken van die dilemma's. Want daar kan je dan later op terugkomen. Maar het was zelfs zo dat de sociale partners, die waren ontevreden, omdat Wout Koolmees steeds in dat hele traject zei, ja, maar de uitvoering kan het niet. Zei ze, ja, maar jij gebruikt dit. Toen hebben we gezegd, oké, Gert-Jan, mijn voormalige collega, die zei, kom maar zitten. En toen hebben we ze gewoon aan tafel gevraagd. Ze zei, vertel nou eens, wat is er nou aan de hand? En dan komt het gesprek en dan zeg je, ja, maar we hebben dit overwogen. We hebben nog dit scenario gekozen. Ja, maar dit hier heeft. En dit ziet een heel klein deel van Nederland. Ja. En daarom denk ik dat het enorm gaat helpen als je dat gewoon in de openheid brengt. Blijft er dan iets van een back-office over, Mark, waar je ook behoefte aan hebt van even met elkaar spreken? Natuurlijk. Dus het zal niet leiden tot alles wat er is gebeurd in zo'n organisatie is dan op straat. Maar het laat wel precies zien, dit is er afgewogen, dit waren de dilemma's en dit is uiteindelijk de politieke keus geweest. Ik ben groot voorstander van openheid, maar ik ben wat attent op dat openbaarheid soms ook een keerzijde heeft. Daar gaat het om. Ik zie ondertussen dat mensen zich melden om aan het gesprek deel te nemen. Jullie zijn uitgenodigd, dus ik weet niet of de techniek iemand kan inschakelen die graag wat wil zeggen. Kan ik wat zeggen? Nou, als je met twee woorden spreekt, ja. Ralf van Hessen, ik heb een vraagje aan iedereen eigenlijk. Wat doen jullie om de samenwerking tussen de politiek, de Tweede Kamer en de media te verbeteren? Want ik hoor vaak het moet van mijn minister. En de tweede vraag aan gekoppeld is, wisselen jullie ervaring uit, best practices, om die optimalisering van die relatie, om daar met elkaar over te praten? Zo doen we het beter. Mark, je was verleden week op tv. Ja. En toen werd ook de vraag gesteld, waarom doe je dat niet eerder? Dus ik denk, de media kan ook een hele positieve rol spelen om duidelijkheid te maken over je beleid, zowel je beleid als je uitvoering. Helder, dankjewel Ralf. André, als jij de interactie tussen de media en de politiek, die, ja, je lacht al,
Ja. Maar die zit natuurlijk in dit dilemma. Dat is een enorm onderdeel. En dat is net de discussie ook van hoe zichtbaar wil je zijn als Kamerlid. Als er reuring is, heb je natuurlijk meer zichtbaarheid en een vuist op tafel. Nou, sterker nog, als je een heel redelijk betoog hebt, kom je niet in de kranten. Genuanceerd, feitelijk, inhoudelijk. Ja. Ja. Maar goed, ik ben ook 11 jaar Kamerlid geweest. Zeer inhoudelijk, terdege voorbereid. Maar hoeveel Kamerleden zitten er meer dan 10 jaar? Nee, de gemiddelde ervaringsduur is nu naar 3-4 jaar gegaan van de Kamer. En dat is, ook dat geeft minder druk tegen een kabinet, ook minder druk tegen de media. Je laat je dus leiden door de media. En dat is het lastige van dit verhaal. De media laat zich niet sturen, terecht. Daar hebben we een grote vrijheid voor in Nederland. Alleen zij zijn ook op zoek naar een verdienmodel. En zij zijn ook op zoek naar reuring en verkopen van kranten en informatie. Maar we zitten in een domein waar we juist van de reuring af moeten om tijd te nemen om dingen zorgvuldig te doen. Ja, maar dat wordt voor de pers niet leuker. Wordt voor Kamerleden niet leuker. Het wordt heel saai. En Michelle, kunnen we elke keer gewoon een Kamerlid iets lolligs geven? Gewoon een klein incidentje en dan gewoon de grote lijnen zelf blijven doen? Ja. Nou, wat André vertelt is natuurlijk eigenlijk diep treurig. Ja, hè? Ja, behoorlijk. Want wat je eigenlijk zegt, hè, dus het gaat het Kamerlid en de pers helemaal niet om wat je voor burger... Nee, maar goed, ik beleef het ook zo, dus ik herken het wel. Dat staat helemaal niet centraal. Hè? Het plus staat centraal. Je hebt het zelfs over het verdienmodel staat centraal. Ja, als het daarover gaat, dan wordt het wel in triest. Maar wat wel kan helpen, volgens mij ook, is dat ook uitvoerende diensten journalisten uitnodigen om hun werk te laten zien. Dat kan echt helpen. Daar sloeg de vraag van Ralf ook op, denk ik. Wat kan je er ambtelijk aan doen om in ieder geval journalisten bij de rest te brengen en ook Kamerleden uit te nodigen? Een van de adviezen in ons rapport was ook, nou, in deze periode van Rutte, waar iedereen alleen maar met machtsspel bezig is, ga als nieuw Kamerlid vast een aantal dagen bij een uitvoering rondlopen, zodat je weet wat er speelt. Nou, dat zijn wel elementen die je kan organiseren. Je kan ze ook uitnodigen. Nee, en ik denk ook dat we daar al druk mee bezig zijn in deze tijd. En op de vraag van Ralf, van wisselen ook ervaringen uit? Ja, dat doen we. We zijn al ook bij werk aan uitvoering in die wordingsgeschiedenis, hebben we binnen de Rijksoverheid, binnen de ABD, een aantal keren bij elkaar gezeten om inderdaad te praten hoe gaat het nou tussen beleid en uitvoering? Hoe verhouden we ons tot elkaar? Wat moeten we wel uitspreken? Wat moeten we eerder doen? Dus die goede ervaring. Maar is het uitwisseling tussen uitvoeringsraads onderling of tussen ook beleid en uitvoering? Ook tussen beleid en uitvoering. Ja? En eigenaren, dus in de SG's. Dus dat hele proces van zorg nou dat je gelijk optrekt, dat de signalen op tijd doorkomen. Ja, dat moeten we met elkaar goed organiseren en het gesprek gaande houden. Want dat is eigenlijk denk ik toch het meeste wat er moet gebeuren. Natuurlijk, uitvoering of dienstverlening is een apart vak. Dat vraagt andere competenties. Dus dat je dat goed organiseert in andere organisaties is prima. Maar zorg wel dat die lijnen naar de departementen, naar het beleid, dat die open blijven. En dat die interactie aanwezig blijft. Zodat inderdaad... Maar help me even. Soms is het goed dicht bij elkaar te zitten. Maar ik heb ook fases in de ambtelijke dienst meegemaakt. Dat ze weer iets uit elkaar moesten worden gehaald. Omdat ze te dicht op elkaar gingen zitten. Ja. We zijn daar ook met golfjes volgens mij bezig. Nee, dat is zeker. Maar het gaat ook niet om zitten of zo. Maar het gaat vooral om, is dat gesprek nou goed? Komt dat op gang? Ja. En dat is vaak niet de formele procedures, die zijn ook heel belangrijk. Maar ook het feit dat je regelmatig met elkaar uitwisselt. Wat zijn je ervaringen? Wat zijn je plannen? Wat staat er voor volgend jaar op de agenda? Hoe kijk je daar tegenaan? Wat komen jullie in de uitvoering tegen? Dat kunnen we formaliseren in dingen als de stand van de uitvoering of de staat van de uitvoering. Maar het gesprek daarover continu blijven voeren is enorm belangrijk. En ik denk dat maar help me even, hebben we dat in de afgelopen decennium te weinig gedaan? Ik denk dat dat te weinig is gebeurd. Althans, in een aantal gremia. Ja. En het constructief op gang brengen van dat gesprek, zodat ook zeg maar, de feedbackloop kan beginnen bij de uitvoering. En niet eindigen bij de uitvoering, dat lijkt me een goede start. Is dat inderdaad aan het veranderen? Of deden we het altijd al? Nee, zeker niet. Okay. Kijk, ik vind dat model, hè, de Ab noemde net het woord eigenaar, ik vind het een beetje een mal model, hè, eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, dat heeft niet geholpen. Ja, dat heeft een soort bedrijfseconomisch idee achter die samenwerking gebracht, wat gewoon niet helpt. Wat nu wel helpt, is dat we het veel meer met elkaar hebben over, ja, waar doen we het eigenlijk voor? Hè? Wat is eigenlijk de inhoudelijke opdracht of de ambitie? En dat helpt wel. En daar zie je wel wat meer het gesprek over komen. En ook omdat iedereen voelt,
ja, we moeten wat. En we zijn het ook aan onze stand verplicht om wat. Ja, dat is alle reden voor om dat te doen. Ja. Maar ik vind het ook een beetje. Oh, sorry. Ja, Karsten, doe maar even. Nou, je zet terecht die zeg maar, soort. Nou, ik heb meegemaakt dat inspectie dichtbij het beleid zat en toen weer in een ander gebouw werd neergezet. Maar omdat ze te klef werden. Snap ik. Alleen ik denk dat de essentie zit in niet hoe ver ben je van elkaar af, maar zorg dat je mekaars perspectief kent. En op een gegeven moment moet je ook afstand nemen. Hè? Wat Michelle ook zegt over de U-toetsen. Wij deden dat al in de stand van de uitvoering. Ja, je moet op een gegeven moment als uitvoeringsorganisatie een streep trekken en zeggen, oké, nu neem ik even afstand, dit kan niet. Maar er zit een hiërarchieke verhouding tussen beleid en uitvoering. Ben ik het niet mee eens? Nee, de gevoelde hiërarchie. Ja, maar ik zeg niet dat ik een wenselijk vind. En dat, dan komt het uit op rollen. Ja. En dan hoef je dus absoluut, kan je dus ook bij elkaar zitten. Het gaat om je rol, de rol die je hebt. En dan kan je bij elkaar op kantoor zitten. Maar je weet, ik ben van de uitvoering, jij bent van beleid. Kunnen we best met elkaar over hebben waar het misgaat. Ik ben het niet oneens met je, maar ik zeg even wat ik waarneem. Dokter Mark, het is echt een gevoelde hiërarchie. Ik heb het ook tussen gemeente en Rijk als beschreven. Dat je komt het onder andere een salariering tegen. Dus een directeur bij een uitvoeringsorganisatie is toch echt een schaal lager dan bij beleid. Dat hebben wij ook onderkend. En daarom zouden wij kunnen pleiten voor het Zweedse model. Maakt die uitvoering veel autonomer. Maar Napoleon is niet verder gekomen dan de Noord-Duitse grenzen. Dus ze hebben daar een iets ander systeem. Ja, maar wil je zeggen dat het een slecht systeem is? Nee, maar het is wel een compleet ander model. Nou, departementen zijn daar kleiner. Ja. Uitvoeringsorganisaties zijn daar groter. Ja. Omdat het belang van de uitvoering veel groter is. Ik kwam laatst een jongeman tegen die bijna afgestudeerd was. Die een dagje meeliep. Die zei, ik wil naar een departement, want daar gebeurt het. Ik zeg, vriend, dan heb je het even echt helemaal verkeerd. De uitvoering, daar gebeurt het. Maar dat is het beeld. Mensen willen allemaal naar het departement, want daar gebeurt het. Ja, die carrière is dus al in de knop gebroken. Ik geloof niet zo in een model uit een ander land hier in te gaan voeren. Want dat gaat meestal niet werken. We hebben het eerder geprobeerd. Het was zo'n grote stap. Dus ik begrijp de achtergrond wel, maar zo'n model niet. Ik geloof veel meer inderdaad in de wisselwerking van perspectieven. Namelijk, je moet elkaars perspectieven kennen. En die ken je het beste door het ook een tijdje gedaan. Maar er hoort gelijkwaardigheid bij. En zeker. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Maar het wordt gelijkwaardiger als je ook in andermans schoenen hebt gestaan. Ja, nee, ik ben het niet oneens met je stelling dat je ervaring aan twee. En het wordt gelijkwaardiger door je gelijkwaardig op te stellen en je gelijkwaardig te gedragen. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En als we dat als uitvoerders ook meer gaan doen, dan gaat dat wel lukken. Ik ga overigens even naar, want er melden zich twee mensen aan die ik even graag in wil halen. Wie mag ik het woord geven? Ik ben Sarah Verhoemburg. Ik weet niet of ik nu aan het praten ben. Ja. Ja hoor, je bent verstaan. Ga je gang. Ik ben manager bij een klein uitvoeringsonderdeel. En ik heb overigens ook jarenlang bij beleid of op het departement gewerkt. En wat ik merk, is even aansluitend op dit gesprek, is dat die lijnen inderdaad heel lang zijn. Terwijl ik zelf ook op alle plekken heb gewerkt. Merk ik twee dingen. Het ene is dat beleid nog steeds veel sneller kan schrijven dan wij als uitvoering kunnen denken, bijna. Dus dat is een dilemma waarvan ik even graag wilde horen van hoe zien jullie dat? Maar ook, wat te meer nog is dat ik heb gewoon een operationele opdracht. Ik heb gewoon een tent te runnen. Ik heb gewoon dagelijks dingen die ik geregeld moet hebben. Dus ik heb gewoon een hele zware operationele druk. Dus ik heb ook niet zo heel veel tijd om echt in die dialoog te besteden. En hoe reflecteren jullie daarop, zeg maar, in de wisseling? Hans? Ja, nou, dat zeggen die beleidsmensen namelijk ook. Die beleidsdirecteuren hebben ook geen tijd om dat goede gesprek met elkaar te voeren. Want die zijn heel druk om achter de tas van de minister te dragen. Dus, dit is wel een hele korte samenvatting. Hè? Soms, je had me uitgenodigd om af en toe wat scherp het debat te voeren. Dus kijk, geen tijd. Dat is altijd een excuus. Je moet altijd tijd hebben voor dat goede gesprek. Dus daar moet je tijd voor maken. En ik zeg niet dat je dat zelf moet doen, maar dan moet je het organiseren dat er mensen zijn die dat gesprek wel kunnen voeren. Want als je geen tijd hebt om dat goede gesprek te voeren tussen beleid en uitvoering, dan weet je ook precies wat er gebeurt. Want de korte lijntjes tussen politiek en beleid, die zijn heel sterk. En als je die wil doorbreken, dan zal je echt dat gesprek... Maar moet je dan in hetzelfde tempo ook als uitvoering gaan zitten? Terwijl je eigenlijk op de lange baan aan het schaatsen bent? Ik denk het niet. Voor een deel wel. Want ik denk wel dat je erbij moet zijn.
als dingen actueel zijn, alleen je moet er invloed op uitoefenen, dat het tempo vertraagt. Ja, ja, maar we zijn veel te veel met de beleidskant bezig. Exact wat er gezegd wordt, er wordt zoveel beleid uitgestort over een uitvoeringsorganisatie die gewoon bezig is met zijn werk te doen. De Belastingdienst had 150 tot 170 uitvoeringstoetsen. 150, dat is iedere twee dagen een uitvoeringstoets, waarbij je dus beleid aanpast. Je maakt mij niet wijs dat het er beter van wordt. Ik zeg altijd, doe eens een gedachte-experiment. Een jaar lang geen beleid of een jaar lang geen uitvoering. Zullen we dat niet gewoon eens gaan doen? Dat hebben ze in België gedaan. En dat heette een demissionaire periode. En dat gaat hier ook bijna lukken. En wat wel opviel, is dat in die periode de economie in België bijzonder goed radeerde. Dus wie weet is dit nog gewoon een enorm goed beleidsidee. Maar ik kan Sarah wel volgen. Sarah, leuk je weer eens te zien. En ik kan Sarah wel volgen. Kijk, je hebt je operationele opdracht en dat is waar je primair voor staat. En dan word je overdonderd met al die beleidsinitiatieven. Dus mijn advies is, kies. En kies zo strategisch dat je juist die ene kiest waarvan je weet dat de rest er daar misschien wel achterweg mee komt. Maar begin met te kiezen. Maar laat daar dan ook wel heel helder en heel duidelijk je stem horen. En laat daar ook heel duidelijk en heel helder je ervaring horen. Maar kies. En Michelle, want dit is een mooie oproep. Maar ik denk dat aan de beleidsmatige kant zit er ook een oproep in. Want je zegt, er wordt daar sneller getypt dan wij kunnen. Ja, en dit, hier moeten we dus echt mee stoppen. Dus terecht dat jij zegt, Michelle, kies vanuit de uitvoering van waar wil je echt je invloed uitoefenen, maar ik wil ook wel beloven dat wij een poging gaan doen om niet zo snel te typen dat je het niet bij kan benen. Maar het zit in de genen van elke beleidsmedewerker, Karsten. Ja, maar en je wordt er ook nog op beloond. Hier geldt precies voor wat Michelle net zei over die 40 jaar en die paar dagen, maar dit is echt wel waar als wij niet belonen wat jij nu zegt, dan gebeurt het dus niet. Gaan we niet om geld, maar dit verwachten wij van jullie. En daarop word je gewaardeerd. En tot nu toe is er een ander frame. Ja, maar het interessante is, als je bezuinigt, bezuinig op de uitvoering. En nooit op het departement. En misschien moeten ze een keer omdraaien. Wat je ziet is dat het beleid is vaak heel kort cyclisch. Het verandert heel snel. Als ik kijk naar mijn eigen vak bij de RDW. Bijvoorbeeld het fiscaal regime rondom auto's. Met uitstoot, elektrisch niet. Dat wisselt elk jaar. Ik heb bij RVO gewerkt. De regeling voor zonnepanelen wisselde elk jaar. Dat is een soort, ik noem het altijd het mengkraammodel. Dan denken we, scheutje van dit meer, scheutje van dat, dan wordt het water wel iets warmer. En als het dan even niet warm is, dan wordt het weer wat bijgedaan. Dat is een beetje hoe het beleid wordt gemaakt. Dan zit er toch wel een constante. Je zou dus eigenlijk toch iets meer langer en structurele beleid. Maar dan zeg je toch tegen beleidhouders mee op? Ja, maar dan is het al aangenomen, Mark. Daar heb ik de uitvoering van al binnen. Te simpel. Nou, het is te simpel, want dit wordt nu een beetje beleidbesje. Dus ik ga even naast Karsten. Karsten, we zullen je straks al beschrijven. Dus we moeten met elkaar kijken hoe we dat gaan doen. Maar je kunt wel als uitvoerder tegen je collega zeggen, beste collega, dit is factie 23 die je nu vraagt, ga ik niet doen. Maar je krijgt van mij wel, ik heb even nagedacht, ik ga dit en dat doen. Daarmee denk ik de goede zaak te helpen. En als ik jou ergens mee kan helpen met het nee zeggen, doe ik dat graag. Ja, maar we moeten elkaar echt gaan stimuleren en bekrachtigen in een beetje moediger worden. En in kiezen. En dat, daar kunnen we elkaar echt in helpen. Want dat hebben we de afgelopen jaren onvoldoende gedaan. Karsten? Kijk, nou, wij zitten naar de IV-portefeuille van verschillende uitvoeringsorganisaties te kijken. Welke portefeuille? Sorry, de informatievoorzieningsportefeuille van al die. En heel wie is vaak, Karsten? Wij van SZW. Eigenlijk in het kader van de werk aan uitvoering noemen we dat. Maar is dat alleen binnen jullie departement? Dat is een combinatie zeg maar, van een aantal uitvoeringsorganisaties. En daarvan hebben we gezegd, dit moet ook vertaald, ook in financiële zin, moet dit vertaald naar de rest van de uitvoering. En ook naar de lokale overheid. Maar we hebben nu gekozen voor de uitvoeringsorganisatie van SZW en de Belastingdienst en nog een uitsnede. Ja. Maar dat is wel heel mooi, want daar is een aantal handelingsperspectieven uitgerold. Dan kan je zeggen, dat is weer een lijstje. Ja. Maar dat zo zie ik dat niet, want het begint echt te leven bij iedereen. En daar is ook de digitalisering er één van. Als er nu een nieuw kabinet komt zitten en al die verschillende bewindspersonen komen die departementen in, dan moeten we zeggen, de eerstkomende 3-4 jaar kan je niks doen.
Oké, okay, jij krijgt je minister zo binnen. Zo erg is het al. Met een bosje bloemen klaar. En je zegt, ik heb goed nieuws. Ga maar weer weg. Ga maar weer weg, want hier kan niks. En zo hebben we het... Ja, ik hou er wel van. Zo slecht hebben we het met de uitvoering gemaakt. Ja. En daarom begin ik met... Het heeft er nog nooit zo goed voor gestaan. Dat betekent niet dat dingen geregeld zijn. Maar dat betekent wel dat de discussie volwaardig op tafel ligt. Iedereen realiseert zich, wacht even, hier is een eind aan. Is het dan een kwestie van we gaan 4 jaar niks doen? Dat zal politiek niet de werkelijkheid zijn. Hè? Dat gaat niet gebeuren. Maar er gaat wel gebeuren dat echt grote veranderingen op het fiscale terrein bij de Belastingdienst, dat we daar een tijdpad naar 2026 voor maken. En dat dan iedereen ook rond zo'n kabinet zegt, dat hebben jullie goed gedaan. Want in 2026 kunnen we dit verantwoord, met een gezicht naar de burger, kunnen we dit goed implementeren. Ik denk dat dat goed is. Ik denk ook dat één ding niet onder moet sneeuwen. Er is inderdaad heel lang bezuinigd op de uitvoering, wat heeft geleid tot allerlei problemen, omdat er te weinig geld was. Ik denk dat we met elkaar, en daar vind ik juist de eigenaar heel belangrijk, in mijn geval heb ik ook nog een raad van toezicht, dat we ook aandacht hebben voor gewoon de gezondheid van de organisaties. En dat speelt niet op een jaar of anderhalf jaar, maar dat je met elkaar zegt van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze organisaties gezonder worden en gezond blijven? En dat heeft een langere termijn. Gaat dat gebeuren, Hans? Dat gaat gebeuren. Want toen ik bezig was met het rapport Werk en Uitvoering, heb ik regelmatig de vraag gekregen, ook van de Rekenkamer en van de Ombudsman, van de Raad van State, waarom gaat het nu wel lukken? Want de man van de Rekenkamer, die zei, elk jaar maak ik een rapport en elk jaar... Maar dat is een beetje de tragiek van de Rekenkamer. Zeker. Ja. Dus toen heb ik gezegd, ja, maar nu gaat het wel gebeuren, want er ligt een goed rapport van Werk en Uitvoering. Er is een tijdelijke commissie in de Kamer die ermee bezig is. We hebben ellende bij de Belastingdienst, dus het krijgt ook politiek veel aandacht. We hebben... De Hoge College van State in stelling gebracht. Jullie laten het nu toch niet gebeuren dat het niet gebeurt. En dus het gaat nu echt gebeuren. En even op die continuïteit van jou. Er moet ook... kijk, het is niet erg als je bezuinigt. Als je maar meerjarige perspectieven hebt. En wat eraan ontbreekt is dat er bijvoorbeeld ook bij de politie en het Openbaar Ministerie en ik weet niet wat, is een enorme hap geld weggehaald. En dan ontstaan de problemen en dan komt er weer wat bij. Je hebt je expertise weg. Dus uitvoering heeft enorm belang bij structurele financiering, duidelijkheid voor zeker 4 jaar vooruit te kijken. Maar anders kan je niet een organisatie goed ontwikkelen. Ja, en ook goed nadenken over je regelgeving. Ja. Want de Belastingdienst, Stefan van Weijenberg kwam bij ons langs. Hij zegt, de Belastingdienst, de regels die wij hebben gemaakt zijn zo complex. Ja. Vereenvoudigen kan niet meer. En dat is wel heel zorgelijk. Dat betekent dus dat je moet nagaan denken over een parallel nieuw systeem, 2026. Waarbij je dus na hebt gedacht... Ja, maar dat lukt, een parallele systeem lukt nooit in 4 jaar. Nou, dan 5 jaar, 10 nee, jaar. Nee, ga maar, ja. Maar vereenvoudigen gaat dus niet meer. Maar dat is toch een vrij tragische mededeling als we het hebben over dienstbaar zijn aan de samenleving. Want dan begrijpt die het in ieder geval niet meer. Nee, maar welke expert weet nog de belastingwetgeving? Daar heb je echt wel een groepje bij elkaar nodig, hoor. Ja, want dat geldt op meerdere terreinen. Ik ga even naar iemand anders die graag een punt aan de orde wil stellen. Wie mag ik vragen om dat te doen? Ja, ik volgde eigenlijk helemaal... Goeiedag, ik ben Desiree Dijkstra. Ik werk ook voor een uitvoeringsorganisatie en ik volgde eigenlijk helemaal Sarah's standpunt. En vooral in reactie op van, je moet met beleid praten. En wij zitten in de spin van alle uitvoering. Dus beleid is bij ons niet één departement, het zijn meerdere. En die maken soms ook beleid die in tegenstrijd met elkaar zijn, wat het heel lastig maakt. En dat we dan zeggen, nou, kan eentje dan de regie nemen om te besluiten wat dan het belangrijkste is? En dan hoorde ik ook nog zeggen van, nou ja, dan als je daar geen tijd voor hebt of ja, de operatie speelt, want we moeten ook allemaal dingen, want er is ook gewoon wet en regelgeving waar je aan moet voldoen. En de operatie hoog te houden, dan heb je meer mensen nodig. Maar die mensen, je kan er wel meer geld in stoppen, maar die mensen zijn er gewoon niet. De markt is heel erg krap op dit moment. Dus je zit echt heel erg klem. Dus eigenlijk is het inderdaad graag minder beleid schrijven, maar ook ja, een beetje consistent zijn over de verschillende ministeries heen. Want dat kan soms met elkaar botsen. Dat is heel lastig voor ons om dan dat weer uit elkaar te rijgen naar iets wat logisch is voor de buitenwereld.
Hans, gaat dat lukken in ons besturingsmodel met departementen met eigen aansturing? Ja, dan moet ik weer ja zeggen, zeker. Maar kijk, ik ben een optimist. Dat zal wel mijn hoop zijn. Maar, ik ben een optimist. En het moet gewoon lukken, want je schetst een heel terecht punt. Dit is een uiting dat er onvoldoende afstemming is en dat eigenlijk beleidsmensen hun werk niet goed doen. Als verschillende beleidsmensen elkaar niet opzoeken in aanparende trajecten en de uitvoering niet betrekken, doen ze hun werk niet goed. En het enige wat je als uitvoering dan kan doen, is gewoon het stopbord ophouden en zeggen nee, tenzij. Je kan ook nog iets anders doen, Hans. Ja? We hadden bij in het ruimtelijk domein, hè, de ruimte is schaars, zeker in het westen van het land. En dan zie je dat economische zaken wil iets met niet fossiele energie, landbouw wil iets met biodiversiteit, binnenlandse zaken wil iets met woningen, infrastructuur wil iets met infrastructuur. En wij bij Rijkswaterstaat beheren veel grond en water, dus wij kregen heel veel vrienden. He, dus iedereen belde. Nou, dan zijn vrienden leuk. Ja. En maar als ze allemaal verschillende dieetwensen hebben, dan wordt dat minuutje best wel ingewikkeld. Dus wat we toen gedaan hebben, is met het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer, zeiden we nou, er zijn veel vragen. Zullen wij eens aanbieden om te laten zien hoe je functies met elkaar kunt verenigen? En hoe je, en we hebben het gewoon heel aanschouwelijk gemaakt, door gewoon platen te laten zien. Kijk, je kunt bepaalde dingen met elkaar verenigen. Zullen we daar eens naar kijken? Nou, dat gesprek loopt nog. Maar je kunt dus wel iets doen. Maar dat vind ik een mooi voorbeeld, hoe de uitvoering eigenlijk de regie pakt om beleid samen te laten werken en de dilemma's te bespreken. Ja, en we krijgen er ook allemaal energie van, hè, Hans. Dus dat is ook leuk. Het is niet uitvoering tegen beleid. Maar met elkaar zien we opeens een mogelijke uitweg. Een prachtig voorbeeld. Ja, mooi. Gaat dat lukken, Karsten? Want ook naar de kindtoeslagen terugkijkend was er ook nog wat gesprek tussen financiën en SZW. Dat is in ieder geval bij ons allemaal blijven hangen, dat het ook niet vanzelfsprekend was. Gaat dat lukken? Of wat hebben jullie nodig om dat te kunnen doen dan? Misschien is dat een betere vraag. Nou, ik vind het best een moeilijke vraag. Want, de vraag is eenvoudig, maar ik begrijp dat het antwoord lastig is. Ja, ja, je hebt gelijk, sorry. Ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja. Omdat als je dat voorbeeld erbij haalt, dan is het zo pijnlijk. Ja. Daarom vraag ik het. Ja, en dan, ik ben ook heel optimistisch over waar we staan. En tegelijkertijd hebben wij echt zo'n pijnlijke les geleerd over dingen die we gemist hebben. En die dus ook in die samenhang echt niet goed zijn gegaan tussen het ene departement en het andere departement. Ja, wat is daarvoor nodig? Dat is echt, stel elkaar een vraag en confronteer elkaar met wat er... Wat Michelle zegt, van zet opgaven centraal en laat je daarom verenigen en werkt op. Alleen het woord samenwerking heeft inmiddels bij mij de definitie. Je hoopt dat anderen iets doen wat jij graag wil. Ja, maar je hebt eigenaarschap nodig. Iemand moet eigenaar zijn. Oké, maar dan moet je dus beslissen dat je het ook aan iemand overlaat. Exact. En daar vertrouwen in hebben. Exact. Ik ben ook woord voor de Koninkrijksrelaties. En op Aruba, Curaçao en Sint Maarten zeggen ze, we moeten dit samen doen. Ja, samen. Ik zeg, wie dan? Ja. Wie begint hiermee? Wie is verantwoordelijk ervoor? Wie kan zeggen, joh, ik trek dit? Maar ook daarin betekent dus dat je je rug moet rechten. Zeg, luister, ik neem die verantwoordelijkheid. Het is echt heel heftig wat er is gebeurd. Maar ik ga zorgen dat het goed gaat komen. En daar heb ik wel wat hulp nodig. Sterker nog, dan gaat SZW iets over financiën zeggen of andersom. En dan moet je ook zeggen, oké, dat accepteren we dan. Maar dat, anders gaan we mensen in de uitvoering niet helpen. Nee. Ja, en toch zijn de publieke waarden waar we dan over gaan praten, die zijn vaak zo rijk geschakeerd. Hè, wat Michelle ook vertelt, over zoveel aspecten zitten daaraan, dat je daar niet één iemand voor kan aanwijzen. En dan blijft het heel ingewikkeld, want dan hangt het dus wel van samenwerking af. Ja, en daar kan het niet anders dan om vertrouwen gaan. En dat je elkaar iets gunt. Ook politiek, hè, want vaak is er ook een politieke achtergrond van gedoe tussen verschillende organisatieonderdelen. En daar moet dus ook een heel open gesprek mogelijk zijn. Ik vind het voorbeeld van Michelle wel mooi en ook eigenaarschap. Kijk, eigenaarschap, dat kan iedereen nemen. Hè? Leiderschap en eigenaarschap, dat moet je tonen. En als je in een domein werkt en je ziet dat iets niet goed gaat, dan kan je naar voren stappen. Of je doet het niet. Nou, en daar gaat het om volgens mij. Dankjewel. Ik ga nog even naar, wie mag ik het woord geven? Mijn gezichtsvermogen is... Martin, ga je gang. Goeiedag, Martin Hagen. Ik
ben zo benieuwd, hoe hou je nou al deze goede voornemens overeind onder het geweld van de politieke flanken? Er loopt nu, na aanleiding van de motie Omtzigt, een uitvraag naar hardvochtige wetgeving. Dat is eigenlijk een uitnodiging om je vuile was buiten te hangen. Ik denk dat iedereen doodsbang is voor de gevolgen. André? Ja en nee. Dank je wel. We zagen al bij SZW, hè, Wouter Koolmees was al bezig om te kijken van is er wetgeving zonder hardheidsclausule? Is er ergens ruimte? Dus en de hardheidsclausule is echt wel een noodgreep. Wij vinden eigenlijk dat je binnen de wet een clausule moet hebben waarbij je zegt, ik geef je de ruimte, professional, om maatwerk te leveren. De hardheidsclausule geeft daar ruimte. Hardvochtigheid is ook hoe je hem bedient. Want de geest van de wet, en dan kom ik toch weer even naar de wetgever, het is nooit de intentie van de wetgever om iemand kapot te maken. Als dat gebeurt, moet je naar voren stappen, wie je ook bent, ook aan de balie zeggen, joh, maar dit kan gewoon, als ik hier iemand nu uit huis zet met 3 kinderen en er is geen opvang, dan doe ik het niet. En dat is volgens mij, wij leven in een volwassen democratie, in een land waarbij mensen waarden en normen hebben, dat moet je kunnen doen. Ja, dat klopt, André. Tegelijkertijd hebben we gezien dat er wetgeving is die zelfs de rechter niet de mogelijkheid geeft om dingen aan te passen. Dus, dat was een discussie die je hier hebt geleid ook met de vorige ombudsman, ja. Alexander Brenninkmeijer, die ook zegt, ja, sommige wetgeving gaat uit van een verkeerd beeld van de burger. En maar die cirkelredenatie ken ik, want ja. Overal waar ik kom, zeggen ze, het mag niet van de wet. Ik zeg, maar ik ben de wet. Als Tweede Kamer, dat ben ik. Ja. Dus het bizarre was, ook bij die kinderopvangtoeslag, dat de wetgever, de rechter zegt, ja, het mag. En dat wij als wetgever zeggen, ja, zie je. Ja, maar we hebben het zelf verzonnen. Ja. Wij hebben verzonnen dat die rechter mag zeggen dat het goed maar, is. André, we misbruiken jullie nu even als het politiek gezag, dus dat moeten we niet ver. Maar wat Ab zegt, is dat er toch veel regels zijn gemaakt die uitgaan van wantrouwen van de burger. Ja. Wordt ons. Maar dat systeem is wel in de tijd gegroeid. Ja, dat is een decennia gegroeid. En ook daarin moeten we weer een stap terug gaan doen. Van wantrouwen naar vertrouwen. Maar dan krijg je ook weer de discussie over ambtenaren. Waarbij je zegt, wie moet ik nu bedienen? En eigenlijk moeten we altijd de kant kiezen van de samenleving. Ja, volgens mij is er geen misverstand wat een ambtenaar moet doen. Die moet de samenleving proberen van antwoorden te voorzien. Ja, maar dat zeggen we. Dat vinden we ook. En waar we het net al over hebben. Als ik iedere ambtenaar vraag, wat is je taak? En dan zeggen ze allemaal, ik dien de samenleving. Ja. Maar in de vacature staat, politieke antenne om de minister en staatssecretaris uit de wind te houden. Het staat er gewoon bijna letterlijk. Maar toch vind ik dat we hier toch de stap, en daar ben ik mee eens, moeten we naar ambtelijk vakmanschap zetten. En moeten niet te bang zijn voor al die gevallen. Ik heb altijd het voorbeeld van die politieagent. Als die iemand ziet zonder licht, heeft hij geloof ik wel 10 mogelijkheden om in te grijpen. En er is geen protocol dat voorschrijft dat hij dit moet doen of dat moet doen. Waarom kan dat dan in andere delen van de ambtenarij niet? Maar dat kan. Een antwoord op. Het kan. Die ruimte is er. En wetgeving is nooit zo gedetailleerd. Het zit vaak in de uitvoering of in protocollen. Want dan kom ik ook weer en zeg ik, joh, het mag niet van de wet. Ik zeg, welke wet is dat? Ja. Zeggen ze, nou, het is niet zozeer een wet, maar we hebben in dit departement een protocol ingericht. Ik zeg, ja, van mij hoeft het niet. Dit wil je zelf. Anders, volgens mij, het aantal ongeschreven of geschreven regels die we hebben gemaakt, gaat veel verder dan de wetgeving en such. Dat is ook een werkelijkheid. Ja. Dat wetten veel te streng zijn, is ook een werkelijkheid. Ja. Ik heb bij OCW een onderzoek gedaan samen met de Universiteit van Groningen. Omdat scholen zeiden, dit mag niet van de wet. Toen zeiden wij ook, nou, dat zullen we wel zien. Toen zijn we zelfs met 30 of 40 ambtenaren een week gewoon het land ingegaan bij de scholen. En het is onderzocht. En de conclusie van de onderzoekers was, het kan wel volgens de wet. Maar het kan niet volgens de eigen regels van de scholen zelf. Dus scholen, maar de wetten die gemaakt zijn en de manier waarop ze geïntroduceerd worden, die nodigen wel uit dat die scholen die regels maken. Ja. Dus je moet ook oog hebben voor de effecten die wetten oproepen. Nou, vooral hoe politiek ermee omgaat. Want als er iets misgaat en de paniek breekt gelijk uit en je hebt gelijk kamervragen, natuurlijk ga ik dan een protocol maken. Natuurlijk ga ik dan kijken. Ik had en dat is denk ik waar Martin net een beetje bezorgd om was. Hè. Er wordt nu uitgevraagd om van waar is hardvochtigheid toegepast. Dus heel veel mensen die hebben nu zorg van, oeps,
Straks blijkt dat wij hardvochtigheid hebben toegepast. Ja, dan heb ik even een antwoord op de vraag van Martin. Dan toch het vertrouwen dat wij met z'n allen daarvoor gaan staan. En zeggen, ja, maar zo, in die context, legden we die wet toen uit. Ja. En we zien de wetsgeschiedenis en de besluitvorming daarover. Ja, nu hebben we het inzicht dat we daar misschien anders naar moeten kijken. Ja, maar ik geloof er wel in dat we met elkaar dat op die manier gaan doen. Ja, want de essentie is ook, gebruik dan ook het debat in de Kamer. Want dat is een onderdeel van de wetscreatie. Waarbij je het beeld ook heel vaak hebt, maar het mag niet leiden tot fraude. Of de controle moet wel goed zijn. Precies. Die teksten hoor je regelmatig. En natuurlijk werkt dat door in je uitvoering. Maar Karsten, geef mij eens een voorspelling. Wanneer sta jij voor een bankje om uit te leggen dat de steunregelingen die zijn gegeven in het kader van de corona toch tot misstanden hebben geleid die nooit hadden mogen plaatsvinden? Na jaar 22. Na 22, oké. Je hebt in je agenda er al wat ruimte voor gemaakt. Nou, dit zie je nu al. Vanuit vertrouwen gebaseerde snelle regel om recht te doen aan de crisis. Hè? En we weten allemaal dat er een moment gaat komen dat iedereen roept, helle verdoemenis, ik lig op je voor, want ik mag het niet bij de mondmaskers doen. Dus kijk maar even hoe je het niet moet doen. Maar terwijl het juist een goed voorbeeld is om uit te gaan van het vertrouwen wat die samenleving mag hebben. Maar hier, want dit is ook denk ik heel belangrijk dat we elke keer, en dat hebben we geprobeerd met dat steunpakket, gaan we straks zien of dat ook of ze, zeg maar de poging om aan de voorkant te vertellen, dit zijn de dilemma's, dit is waar we rekening mee houden, dit is wat er mis kan gaan. Door dat zo open op tafel te leggen, hopen we zeg maar die discussie daarna dat kan gebeuren, wat Michelle net zei. We gaan er ook even voor staan. Ja. Dit is wat we hebben gedaan. We hebben een moreel appel gedaan op werkgevers om geen gebruik te maken van steun als het niet nodig was. Maar dat is een moreel appel waar we geen misbruik en oneigenlijk gebruik op hebben gezet. Niet. Of een aanpak daarvoor. Nee, geweldig. Ja, en dit. En dit maar goed, de eerste gevallen waar wordt gewezen op het niet hebben van een moreel kompas in dat opzicht. Hè? Ja. Dus nou ja, voor 2022 ben je al voortdurend aan het uitleggen wat de bedoeling was. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik wel heel blij ben met het uitzoeken van die hardheden. Echt waar? Want ja. Ik vind het een rare vraag, hardvochtigheid. Dan moet je toch bijna op je knieën gaan uitleggen dat je wel goede bedoelingen hebt. Ja. Ik vind het een stom. Nee, maar hij moet weer terugkomen bij de wetgever uiteindelijk. Ja, maar daar moet hij komen te liggen. Ja, de wetgever, denk eens na over hoe ben je nou omgegaan met dit soort wetgeving en heb je de ruimte gegeven? Wat was je intentie met de wet? En dat is heel veel Kamerleden, ik ook, hè? Ik was er onderdeel van, weten we niet altijd precies wat er gaat gebeuren. En dan ben je toch gauw van, joh, maar er moet geen, het is belastinggeld, moeten we zorgvuldig mee omgaan, maar geen fraude zijn. Ja, als dat de onderliggende factor is, dan wordt het heel moeilijk. En het mooie vind ik, ja, als je voor het bankje staat, essentieel, de Kamer is geïnformeerd. De Kamer heeft hiermee ingestemd. En volgens mij is dat ook een beeld wat je continu moet blijven herhalen. De wetgever, de Kamer, is onderdeel van het proces geweest. U had ook nee kunnen zeggen. Maar hier valt echt toch wel wat te doen, hoor. Want, ja. ik heb best wel lang ook meegedaan in schrijf het nou zo dat het bijna een logische... Je hebt die type cursus gedaan, begrijp ik. Nou, heel eerlijk. Ja. Dit is de politieke constellatie. Dit is hoe we het hebben bedacht. Oké, dan schrijven we het daarheen. Je kan er gewoon niet omheen. Je valt van redelijkheid, val je om. En dat is denk ik wel iets wat we nu anders moeten gaan doen. En dat is laten zien. Dat heeft je wel ver gebracht, hè, Karsten. Nou, dat is de vraag of je dat... Hier zitten, dus... Laat ik zeggen dat mijn ambitie... Ja, dat is waar. Sorry. Je hebt gelijk. Maar mijn ambitie is... Ja. Zullen we het hele anders frame gaan van doen? Denken beschrijf je prachtig. Dus dank je wel voor deze openheid. Maar zo zijn we met z'n allen een beetje gevormd. Of hebben we onszelf gevormd, hè? En dat komt terug bij jouw punt. Ja, dan moeten we toch echt met elkaar anders gaan doen. Nou, dit is echt... En ik zie dat het nu ook werkt. En dat je ook kan laten zien van, oké, we hebben dit afgewogen. We hebben uiteindelijk deze keus gemaakt. Zegt u het maar, Tweede Kamer, want dan is er ook een noodzaak om te kijken, hoezo heeft die uitvoeringsorganisatie nee tenzij gezegd en kan het anders niet? En dan komt er ook een debat over. Dus het is, ik ben hoopvol. Ja, want Janet Helder en, van UWV volgens mij en Pieter Hilhorst van IPO zijn nu bezig met trialogen. Ja. Gewoon gestructureerd met elkaar in gesprek komen.
En op die manier kijken, hoe verbind je nou deze groepen mensen met elkaar om te leren van wat er wel kan, wat er niet kan. En het is soms geen onwil, maar soms ook een beetje onwetendheid. Of nog een beetje de angst van, goh, als ik nee zeg, wat ontstaat er dan? En kan ik dat gesprek wel voeren? Nou, en daar hoort die maatwerkplaats bij, hè, zoals ze dat genoemd hebben bij UWV, wat jij ook noemde. Van oké, nu hebben we een casus die er niet lekker in past. Ja, en wat haal je daar nou uit voor rode draad, voor het beleid? En dat leggen we, moet dan weer teruggelegd bij de politiek. Ja, op een van de stoelen waar jullie nu zitten, zat Sipma van de Sociale Verzekeringsbank. En die heeft dus ook verteld dat ze in zijn organisatie ruimte moeten nemen. Waar heb je buikpijn van als medewerker? En dat vond ik een heel mooi woord. En wat doe je dan met de buikpijn en hoe organiseer je ook dat er, dat zit dan even ergens, dat zal geen 20% zijn. Dat gaat meestal over echt schrijnende gevallen. Maar dat moeten we wel in onze organisaties gaan inbouwen. En dat moet ook echt alle steun krijgen om niet te eindigen bij, hier is toch willekeur of potentiële fraude. Zeker bij het SVB, hè, waar Simon nu zit, ja. Dat is natuurlijk een hele... Een nare ervaring met het persoonsgebonden budget, hè, de yep. PGB, yep. Hè, tussen SZW en VWS. Hè, wat eigenlijk in die zin een soort vergelijkbaar voorbeeld is, bijna, hè, als de toeslagenaffaire. Dus dat is ook weer interessant. Hè, hoeveel leren we ervan? Dat? Ja. Ja. Dat was ook nog een aanleiding dat we op deze stoelen over de Vlaamse aanpak hebben gesproken. We denken altijd in Nederland dat we veel beter zijn dan wie dan ook in de rest van de wereld. En die hebben al meer dan 10 jaar geleden een systeem gemaakt waarin je gewoon een gezicht krijgen, naam aan iemand aandacht aan je besteed. Ja. We zijn vrij lang met elkaar bezig geweest om dingen nog niet te regelen. Maar goed. Dit is trouwens een deel van de kabinetsreactie waar geen uitvoeringstoets op nodig was. Namelijk maak maatwerkplaatsen, gebruik die garage, de bedoeling, hè, van de SVB. Ja. Doe dat. Dat kun je toch als uitvoeringsorganisatie of met steun van de departement gewoon doen. Daar hoef je niet te wachten op een toestemming. Hè? Nee. Dat kan dus gewoon. Ik ga op de tijd letten, want ik heb beloofd 6:30 eindigen we. Ook al was het een mooi gesprek. Ik check even, we hebben niet nog een vraag in de call zitten. Dus dat betekent dat we gaan afronden. Dat doe ik meestal door jullie te vragen. Welke zin had je nog willen uitspreken nu je op zo'n... wat zei je? Foute stoel? Of plus. Ja, maar Kasten dat is alleen grap. Kasten noemen het heel anders. Ja, nee, is goed. Oké. Okay. Meer beleidsformulering. Laat me even bidden of de stoel relevant is. Maar wat zou je nog aan het slot willen zeggen? Ab. Ik denk dat we een begin kunnen maken met de nieuwe bestuurscultuur als wij tussen beleid en uitvoering de dilemma's transparant maken. Want dan dwingen we de politiek daarover te spreken. En misschien is het wel tijd, en ik weet niet wel wanneer we dat moeten doen, is dat we gewoon met elkaar een manifest tekenen binnen de publieke dienst, dat we daarvoor gaan, voor die transparantie van de dilemma's en de problemen met elkaar bespreken. En als we dat gaan doen, dan dwingen de politiek ook tot een andere discussie. Dankjewel, Ab. Michel. Ja, weet je, uiteindelijk komt het gewoon neer op leiderschap. En ja. Dat wij met elkaar dat moeten gaan tonen. En dat we als ambtenaren, hè, want zo... Nou, mijn advies is dat ze moeten jou gewoon aan het hoofd van een uitvoeringsorganisatie gaan zetten. En dan aan de lijf ondervinden wat je hebt geadviseerd. Dus ja, ik zal het meenemen naar de ABD. Dus hij is binnenkort een ambtenaar. Sorry, Michelle. Oké, binnenkort collega dus. Maar ik denk echt dat we zullen echt nu met de billen bloot moeten. We zullen met elkaar rechtop moeten staan. We moeten zeggen we are indeed civil servants. En dat ook moeten laten zien. Dankjewel. André? Hij komt toch een beetje bij de politiek uit. Ja. Ik denk dat de Kamer haar rol moet pakken. En ook het kabinet als uitvoeringsorganisatie moet gaan beschouwen. En daarmee hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de uitvoering goed gaat lopen. Oké, dat kan zelfs zover gaan. Ja, ik doe nu iets wat ik niet moet doen. Dat er eerst een uitvoeringstoets van het kabinet moet komen voordat ze accepteren wat het wens van de Kamer is. Dat zou zomaar kunnen. Maar neem de tijd. Ja. Temporiseer. Denk erover na. Nee, hij zit in mijn advies over het leiderschap. Versnellen waar nodig, maar ook kunnen tijd nemen of vertragen waar dat gewenst is. Dankjewel. Karsten. Nou, ik ervaar dat als een grote opdracht. Elke dag terug naar waar doen we het voor? En wat is de publieke waarde waar we voor staan? En daar komen we allemaal voor uit ons bed. Maar dat is in die driehoek echt een belangrijke vraag. Elke dag weer, waar doen we het voor? Dankjewel. Hans? Nou, ik wens... allen die nog actief in de publieke dienst werken, volharding. Namelijk volhouden en lef. Dankjewel. Mag ik jullie van harte danken voor het heerlijke gesprek over een moeilijk onderwerp, maar waar we wel
volgens mij regelmatig hebben gedeeld, dat we hoopvol zijn omdat we met z'n allen vinden dat het deze kant op moet gaan. Dank voor het gesprek. Dank dat jullie bij ons waren. We zullen tot de zomer geen reuring meer hebben, maar direct na de zomer komen we terug met hopelijk een aantal, als het even kan, weer fysieke bijeenkomsten van het Reuring Café. En dan kan ik eindelijk mijn band weer in deze ruimte krijgen. Dank voor jullie aandacht en tot na de zomer. Thank you.